Strijders, welkom allemaal bij deze livestream. Een hele bijzondere vandaag en ik ben zelfs een beetje gespannen. Ik hoop dat jullie er allemaal heel veel zin hebben, net zoveel zin in als ik. We gaan vandaag divisie 1 doen met het strijderteam, met Team Strijder. Jullie kennen het van Koning FIFA voor de mensen die misschien op mijn nieuwe kanaal nog niks erover hebben gezien. Maanden geleden zijn we mee begonnen op Koning FIFA met een team met alleen maar spelers waar ik FIFA tegen heb gespeeld. En vandaag zijn we er eindelijk, divisie 1. Je ziet het aan het overzicht. We hebben het echt goed gedaan. 64 potten gewonnen, 6 gelijk en 7 verloren. Bijna een ratio van 10. Hopelijk gaat er vandaag geen één verliespartij bij komen. Dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. We gaan er nog voor alles aan doen om tijdens deze livestream Divisie 1 te winnen. Om de competitietitel te behalen. Ik heb echt... Ik ben iemand, jullie weten het, die niet per se superveel FUT speelt. Met FIFA 16 heb ik eigenlijk bijna alleen maar FUT draft gedaan. Omdat ik dat sowieso het vetst vind. Dus het is oprecht voor mij de eerste keer dat ik in Divisie 1 zit met FIFA 16. Ik heb dat gewoon, of tenminste met online seizoen heb ik het natuurlijk wel gehaald. Want dat speelde ik op het begin heel erg veel. Heb ik eerste van de wereld gestaan. Veel van jullie zullen het hebben meegekregen. Maar dit is nu dus de eerste keer dat ik op Ultimate Team in Divisie 1 zit. En met dit team. Mensen die het hebben gevolgd, die zullen er niet verbaasd van staan. Dit is het team wat we nu hebben staan. Ik moet eventjes Dennis praten, een contractje geven. En jullie zijn er gewoon voor het eerst vandaag live bij. Ik hoop dat het allemaal goed is. Bij mij doet dit helemaal goed, zegt Jelle Visser. Eventjes kijken wat de rest zegt. Ik heb het net eventjes getest. Het geluid is misschien niet super best, maar wel goed genoeg lijkt het. Joey Games zegt, hij doet het niet goed. Ik ga het natuurlijk eventjes checken. Maar bij de meesten doet hij het geloof ik gewoon goed. Dus dan ligt het waarschijnlijk aan degene die het ontvangt. We gaan gewoon lekker beginnen. Eerst eventjes Dennis praten, een contractje geven. Ik zie dat ik er nog 2 heb in mijn clubhaar. Perfect. Dan is dat geregeld. En Wout Blankvoort zegt ook, loopt goed. Camille van Onnen zegt, loopt goed. Dus, loopt het niet goed of is de audio niet lekker? Check het bij jezelf eventjes. Of pak misschien even een ander apparaat, iPad, PC, noem het maar op. Even kijken of ik nog een selectietrainingje heb. Nee, die gaan we gewoon even kopen. Want volgens mij heb ik nog wel wat munten daarvoor. Ja, die hebben we zeker. Misschien hebben jullie wel originele ideeën wat we nog met deze 19.600 munten kunnen doen. Misschien dat ik nog een of ander spelers upgrade kan doen. Levi Benda zegt, Koen, je ging er ook tegen kijkers. Ga ik nog wel doen, maar niet vandaag. Met FIFA 17 wil ik dat echt weer wat vaker gaan doen, zoals ik het ook met FIFA 16 wel eens heb gedaan. Nu dus eerst een selectietrainingje. En laat me even weten, jongens, wat moet ik van die 19.000 munten doen? Want ja, dit is toch de laatste aflevering. En ik denk zelfs eigenlijk misschien wel de laatste keer dat ik FIFA 16 aanraak. Het zal niet zoveel schelen. Morgen komt Kun Aguero. Ik weet dat vandaag Manchester City speelt, maar morgen komt er een nieuwe aflevering van Kun Aguero. En nu eerst eventjes spelerstraining. Nee, wat moeten we hebben, jongens? Deze is dat, hè? Conditie, toch? Of is het niet deze conditie? Ja, dat is hem wel. Ik heb geen idee wat de marktprijs een beetje is, maar ik heb geen zin om echt heel lang te gaan zoeken. Dus voor deze 1900, ik vind het wel best. Hartstikke idee. Kunnen we tenminste lekker meteen door. En ik ga even jullie reacties een klein beetje in de gaten proberen te houden. Want misschien hebben jullie inderdaad hele leuke ideeën voor die 19.000 munten. 17 zijn het er inmiddels, 17.000 muntjes. Dit kaartje als allereerst. Hartstikke idee. Iedereen is weer fit. Dus we gaan spelen. Hebben jullie ideeën over de opstelling, jongens? Misschien moet ik wel dingetjes gaan veranderen. Ik speel heel graag met Lukaku en Jansen nu voorin. Maar misschien moeten we Lukaku en Prater maar gewoon even uithalen. En beginnen met een volledig Eredivisie team. Dat kan ook, hè? Zeg het maar even, jongens. Ik ga jullie reacties gewoon even checken. En ik moet zo weg. Wil je alsjeblieft potje tegen mij, zegt Levi Benda. Sorry, jongen, maar dat gaat vandaag echt niet. Vandaag ga ik geen potje tegen jullie spelen. Vandaag gaan we met z'n allen gewoon proberen Divisie 1 te winnen. Te winnen met dit team. Zeg maar jongens, Lukaku en Praat of moet ik toch Luc de Jong erbij gooien en dan ook nog een middenvelder uit de Eredivisie om toch wel eventjes die teamgeest te behouden. Nouri erin, zegt DGB. De Jong 87 rated kopen, zegt John V. Hoe duur is die wel niet, John? Die zal toch denk ik wel meer dan 17.000 zijn. Camille van Ons zegt Partycheck. Dat is grappig dat je dat zegt, want Piotr Partycheck, dat is een jongen van de Graafschap en die ken ik persoonlijk. Daar heb ik zelfs nog echt mee gevoetbald op school in de zaal. En Ilias, zeker dat ik FIFA 17 demo heb gespeeld. Luc de Jong 87 zeggen er wel een paar van jullie. We gaan het even kijken. Ik ga even kijken hoe duur die is. Ik heb echt geen idee of ik het van 17.000 munten kan halen. Maar we gaan het proberen. Het zou natuurlijk wel een heerlijke speler zijn om aan het team toe te voegen. En Isa, leuk dat je kijkt. Jij zegt Appie Nouri. Misschien dat we dat gewoon gaan doen. Gewoon Luc de Jong en Appie Nouri erin. Veldwijk op doel, zegt Stoïs Kruijl. Zullen we dat gewoon doen als ik straks een keertje voorsta? Ik ga eerst nu even checken of ik Luc de Jong... Spatie Luc de Jong... 87, dus dat is een special kaartje. Ik heb echt geen idee hoe duur die is. 26.000, nou, het zou dan kunnen. Misschien moet ik even wat shit verkopen, jongens. Maar dat nemen jullie me dan wel, dat nemen jullie me wel eventjes voor lief, toch? Dat nemen jullie me niet kwalijk, neem ik aan. Ga ik gewoon voor 26.000, dat is niet zo heel veel. En op dit account heb ik niet heel veel in mijn club, want ik heb het echt alleen voor deze serie gebruikt. Maar hier zie je het, 69 spelers. Zitten er natuurlijk ook heel veel tussen die we niet kunnen verkopen. Maar waarom gaan we niet gewoon alles wat we kunnen verkopen, gewoon lekker
eruit knallen. Ja, 26.000 is natuurlijk best veel. Wat gaan we doen, jongens, om op 26.000 munten te komen? Dat is best wel veel. Ja, Isaac Succes, die mag wel weg. Nou, dat levert niks op. Dat is echt veel te weinig. Misschien, wat hebben we aan club items? Hoeveel krijgen we hiervoor, jongens? Verkoop de 81 en doe de 7. Jullie zijn slim! Donders, wat goed dat ik jullie heb, natuurlijk. Ik verkoop de 81. Hartstikke slim, maar dan moeten we wel hopen natuurlijk dat die... dan moeten we natuurlijk wel hopen dat iemand hem eigenlijk ook gewoon snel koopt. Even kijken, de 81. Hoeveel hebben we die voor gekocht en hoeveel is die nu waard? Item aanbieden op Transfermarkt. We hebben hem gekocht voor 12.000. Als we dat er nu bij krijgen, hebben we genoeg. Even prijs vergelijken. Voor hoeveel staat hij er nu op? Het zal geen 12.000 meer zijn, denk ik. Nou, hier staat hij er elke keer voor best wel veel op. Laten we er gewoon voor koop nu 10.000 opzetten. Is wat weinig misschien. Ik weet het. Maar trouwens 11,5 even. Dan weten we zeker dat we genoeg hebben. Als iemand deze koopt, dan hebben we zeker genoeg voor die 87. En ik denk dat het een beetje te lang duurt om... Quicksell, was die Quicksell 9000? Oh shit, dom. Dom van mij, jongens. Dom. Dan hadden we misschien ook al wel genoeg gehad. Ik denk dat we... Inderdaad, ik had hem moeten discarden, jongens. Maar goed, we gaan nu gewoon spelen. Doe het eerste potje even zonder Luc de Jong. Doe het eerste potje gewoon even met Lukaku en praat. Nemen we Nouri natuurlijk wel mee. En die geven we nog eventjes een nieuw contractje. En dan straks neem ik aan dat Luc de Jong is verkocht. En anders dan verkopen we hem ergens tijdens deze livestream... Verkoop hem gewoon voor de laagste prijs. Discard hem gewoon. Het komt helemaal goed. En dan krijgen we 87 de Jong. Hier doen we eventjes een contractje op. Dat zou lekker zijn. En daar hebben we alleen nog maar gouden van. Ja, misschien dat we nog een paar contracten moeten kopen tijdens de stream. We gaan nu gewoon beginnen. Luc de Jong straks dus weer erbij. Die hebben we nu verkocht. We gaan voor die 87. Dankzij jullie jongens. Dit is de basis waar we het mee gaan doen. Kies ik Naffi voor boven Nouri. Ja, dat doen we gewoon eventjes. Of... Ja, nee, dat doen we. Goed. Veldwijk is mee, dus die kunnen we eventueel nog op doel zetten. We gaan naar divisie 1. We gaan spelen nu, jongens. En jullie zijn alweer met meer dan 100 mensen aan het kijken. Dat is fantastisch. Ik heb een poll gehouden bij een paar van mijn laatste video's. En daar kwam dit tijdstip als beste naar voren. Zaterdag om 4 uur. Zijn geen tegenstanders gevonden? Wat is dit? Dat was wel heel snel, die melding. Het zal niet zo zijn dat het nu in één keer niet kan ofzo. Dat die EA-servers lopen te kutten vandaag. Dat zou natuurlijk een beetje jammer zijn. Maar nee, daar... Nee, weer iets. Je tegenstander heeft de wedstrijd verlaten. Dus even wachten, jongens. Nou, dat geeft me in elk geval de gelegenheid om even wat van jullie reacties te checken. Want jullie zijn weer met heel veel mensen aan het reageren. Bjorn Berg zegt, hashtag strijden. Levi, team strijder. Jullie zijn echt strijders. Maar hebben jullie het petje al, jongens? Ik heb al heel veel petjes verkocht, maar nog niet iedereen heeft hem, denk ik. Als je een petje wil, link staat in de beschrijving ook. Strijder.com, daar kun je het petje vinden. En dan krijg je een hele mooie doos erbij. Ben je echt officieel lid van team strijder. Die stuur ik allemaal zelf op. Dus dat is helemaal mooi. Daan Jansen vraagt, mag ik tegen je spelen? Dat mag wel een keertje, maar niet vandaag. Vandaag ga ik echt alleen maar divisie 1 doen met jullie. Dus dat zit er niet in. Ja, waarom ik geen tegenstanders heb, misschien is het ook wel weer logisch. Er zijn natuurlijk al heel veel mensen die FIFA 17 demo spelen. Dat zal het denk ik zijn. Oeh, we hadden een tegenstander, maar is weer weg. Dit gaat dus nog wat dat betreft wel een lastig klusje worden. Maar ik denk dat er gewoon niet zo heel veel mensen meer zijn die het nog spelen. Of is dat dan weer iets dom? Veel mensen zullen denk ik al FIFA 17 demo aan het spelen zijn. Kom op, geef ons even een tegenstander die blijft. Ajax, Demi. Demi durft niet. Demi is denk ik wel een Nederlandse gast. Demi is best wel een Nederlandse naam en hij heeft in zijn naam Ajax staan. Dus ik neem aan dat Demi Nederlands is. Dus Demi, doe even niet zo poesie, jongens. Jongens, zeg het even in de reactie. Is Demi een kijker? Je weet het niet. Ja, Camille zegt ook, Koen is te goed, niemand wil tegen hem. Dat zou ik niet zelf zeggen, maar misschien herkent hij me en denkt hij inderdaad van... Misschien durft hij inderdaad niet. Kijk, nu heb je iemand anders... Laten we alsjeblieft gewoon gaan spelen. Addis Squad. We gaan het zien. Zijn jullie gespannen? Ik wel een klein beetje. Want hier hebben we toch eigenlijk wel heel veel maanden naartoe gewerkt. Hij heeft geen superteam. Het is een Premier League team. Maar het is geen superteam. Dus laten we hopen dat we divisie 1 beginnen met een zege. Dit is toch wel even wat anders. Normaal gesproken maak ik de video's natuurlijk heel rustig. Hier in deze studio waar ik nu ook zit. Op een bank op. Ik neem ze op hier in de studio. En nu... Ja, ik zal proberen niet te veel te praten. Ook al vinden jullie dat natuurlijk wel het leukst. Maar het allerleukste is natuurlijk als we vandaag echt divisie 1 gaan winnen. Dan gaan we. We gaan beginnen. Laten we het hopen, jongens. Laten we het hopen. En show je support. Abonneer je natuurlijk even op mijn nieuwe kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Kan me bijna niet voorstellen. Maar er zijn misschien mensen die niet eens wisten dat ik een nieuw kanaal had na Koning FIFA. In dat geval abonneer je zeker even op dit kanaal. Want op Koning FIFA komt helemaal niks meer. Dit is nog wel hetzelfde team als... Waar ik bij Koning FIFA mee speelde. En we beginnen goed, denk ik. Lukaku uit het rijhakje.
Oh, dat was een doelpunt geweest. Ik wilde eigenlijk nog naar zijn linkerbeen draaien, maar dat deed hij niet. Hij gehoorzaamde niet. Lukaku. Hij heeft Memphis. Dat lijkt me wel een mooie speler om dat tegen te spelen, ook al zit hij in zo'n dip. Wat vinden jullie daarvan, jongens, van Memphis? Het was toch wel weer schrijnend om te zien tegen Feyenoord, dat schot dat overging. En niet zo'n beetje ook. Wat vinden jullie van Memphis? Ik vind het echt vreselijk goede speler, maar misschien dat het toch een kwestie van vertrouwen is. Misschien moet hij wel gewoon naar een andere club. Misschien is dat gewoon het lekkerst voor hem. Om gewoon weg te gaan bij United. Zeg het maar, jongens. Ik ben benieuwd naar jullie mening daarover. En ik probeer het een beetje mee te lezen. Ik zal het sowieso na die stream allemaal proberen te gaan lezen. Maar het belangrijkste tijdens het spelen is natuurlijk dat ik me concentreer op het FIFA-gedeelte. En hij gaat nu ingooien. Ingooien. En dan heeft hij te veel ruimte om te schieten eigenlijk. Fernandinho, oh, je ziet het ook nog. Gaat er nog in ook, hè? Dit soort shit. Dit soort shit moeten we dus gewoon vooral niet hebben vandaag. Hij heeft heel even een metertje ruimte. Fernandinho, die gast kan niet eens... Oh, dat is echt een ziek schot. Oké, jongens. Jullie zien het. Jullie weten het. We mogen aan de bak. Fernandinho. Ook niet eens een speciaal kaartje of zo. Die is er misschien ook niet eens van Fernandinho. Die gast is niet eens, die heeft niet eens een goed schot. Van geluk. Zullen we het daarop houden? Zullen we het daarop houden? Goed, met ons Eredivisie team. Beetje Premier League met Lukaku, maar vooral Eredivisie team gaan we nu toch proberen dit snel recht te trekken. Hendriksen, dat is een lekker paasje op praat. Oh, Sissoko, die praat iets te sterk af. Kom op jongens, we moeten strijden, nu al, in de eerste pot al. Want als we nu verliezen, wordt het serieus alweer heel erg lastig om de competitietitel te pakken. Zo simpel is het. We hebben echt in de eerste paar potten geen verliespartij nodig. Dat moeten we echt, dat kunnen we niet gebruiken, zeg maar. Oh, dit is toch een ziek paasje tussendoor meteen. Memphis, hij kan niet gaan schieten. Oh, TT. Oh. Hier had het eigenlijk gewoon 2-0 moeten zijn, jongens. Dit is oké. Laten we het gewoon omdraaien. Dat schot, dat was eigenlijk een kleine kans. En daar had hij mazzel dat hij erin ging. En dit is eigenlijk gewoon een goed uitgespeelde counter. En die had gewoon moeten hangen. Terwijl we nog niet goed spelen, trouwens. En is het weer geen buitenspel, hè? Holy shit. We beginnen we slecht, jongens. Ik heb jullie support nodig. Ik ga jullie reactie maar eventjes checken. Nadien zegt, hij kwam nooit echt uit de verf daar. Misschien wil hij wel naar een andere club. Geen idee. Ja, kerel, we worden eruit gecounterd. Dat is niet normaal. Deze maakt hij wel goed af. Maar hashtag Team Strijders. De titel. Live tegen kijkers. Oh, sorry. Dat staat in de titel. Daarom dat mensen het natuurlijk vragen. Pardon, jongens. Ik ga de titel zeker veranderen. Dat doe ik nu eventjes. Live Divisie 1. Met Team Strijder. Dankjewel. Manuel Suarez zei dat. Live Divisie 1 met Team Strijder. Hartstikke idee. Goed, die is aangepast. Nu moet mijn vorm nog even worden aangepast, want dit is echt niet goed, jongens. Ik ga heel veel mijn mond houden. Vinden jullie dat goed? Ik ga eventjes in de strijdermodus, in de strijderfocus, om dit proberen recht te trekken. Misschien is deze gast gewoon redelijk goed. Dat kan. Hij speelt in elk geval heel vies op de snelheid. En ik, na dat eerste kansje met Lukaku, ben ik de bal elke keer veel te snel kwijt. Gaat hij hem weer diep geven? Nee, buitenom ook niet. Oeh, Memphis. Goede actie zeg. Wat we natuurlijk ook nog kunnen doen, is onze spelers gewoon wat trainingjes meegeven. Om ze net even wat sterker te maken. Dit is lekker. Ja, Jansen gaat hem binnenhouden, want Jansen is goed. Jansen is team of the season. Jansen, dit is heel goed. Maher naar zijn rechter. Dit is goed. Oh, Joris heeft hem. Dit was dan eindelijk weer een goede kans. Maar wat een redding van Hugo Joris. Hendriksen. Heugelsdijk. Is dit geen overtreding? Nee? Oh, dan moeten we door. Kijk, lekker TT. Steker, heeft hij de aanvoerdersband? Ik heb geen idee waarom. Heb ik hem niet gegeven. Maar TT. Balletje valt er dan niet lekker tussenin. Lukaku, dit is wel goed. Jansen naar zijn linker. Spannend, strijders. Heel spannend. En nu weer zo'n laffe diepe bal. Hij speelt echt puur op de counter. Hij heeft snelle spelers voorin, dat is duidelijk. Memphis en Remy. Ik heb natuurlijk even iets rustiger had moeten doen met de keeper. Orf. Want futselt gewoon de bal bij Yaya Touré. Dat is toch ook wel opmerkelijk. In het echt zou het niet zo snel gebeuren, denk ik. Memphis. Kom op, jongens. We moeten even voor rust die tweeën maken. Dat zou toch wel heel lekker zijn. Dat zou toch wel heel lekker zijn. Weer dat paasje goed. Geen buitenspel. Dat doet hij goed. Maar wij zijn beter. Komt goed. Hebben jullie er nog vertrouwen in, jongens? Hebben jullie er vertrouwen in dat we de competitietitel gaan pakken met dit team? Maher, Lukaku, dit is goed. Nu dan. Lukaku, hij weet dat hij naar links moet, maar toch. Oh, ik telde hem al. Hij zit niet. Dames en heren, strijders, kijkers.
Wat is dit? Lukaku mist toch niet vaak zo'n kans met links? Ik stond er echt al volgens mij bijna op de 5 meter. Ik dacht echt dat hij zat. Maar we beginnen beter in ons spel te komen, dat is duidelijk. Want de kansen ineens... Die rijgen zich ineens aan één. Jansen, oeh, ja, krijgt hem toch mee? Ah, ik moet eigenlijk eerder schieten. Ik heb hier geen commentaar op. Oh, we hadden echt nu in één keer al 3-4-2 voor moeten staan. Eerlijk is eerlijk. Hij is eigenlijk helemaal nergens na die 2-0. Maher, Hendriksen. Iedereen op dat middenveld voor. Dat deed ik natuurlijk zelf. Wil je mijn naam zeggen? Vraagt Martijn van Lagen. Nou ja, bij deze. Oeh. Beugels, Dijkie, heel sterk. Heel sterk. En dan kunnen we door. Nu steken. Baba, dat deed hij goed. Dat deed hij goed. Nu spitsen. Ja, dat was ik voorzien. Maar ik kom er niet lekker voor. Kevin Dix. Nu wel. Oké, ingooitje voor hem. Naar welke wedstrijd kijken jullie het meest uit vanavond in de Eredivisie, jongens? Ik heb eigenlijk zelf niet eens precies een idee wie die spelen. Maar ik denk in elk geval... Ajax sowieso niet, Feyenoord sowieso niet. Want die hebben donderdag nog Europa League gespeeld. Dus die gaan sowieso niet spelen. Ik ga het programma er straks gewoon even bij pakken. Maar ik ben benieuwd wie er vandaag gewoon moet spelen. City speelt dus sowieso vandaag. En normaal zijn jullie gewend op een wedstrijddag van City. Een video van Kun Agüero. Die komt deze keer morgen vanwege deze livestream. Dus morgen video van Kun Agüero. En vandaag gewoon deze livestream. Helemaal divisie 1. En we zijn slecht begonnen. Voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Tenminste, slecht begonnen qua scoren. Maar eigenlijk hebben we in deze eerste helft veruit de meeste kansen gehad. Die gast heeft één ziek afstandsschot en één goed uitgespeelde counter gehad. Maar dat was het wel zo'n beetje. City staat voor, zegt Daan van de Kuijden. Ja, die zijn natuurlijk om 4 uur begonnen. Dat is waar. Dankjewel, Daantje. Goed dat je het even laat weten. Ik noem je Daantje. Misschien ben je wel gewoon dik in de 20. Je weet het nooit. Jansen. Dat is matig. Dat is heel matig. Beugelsdijk. Uitstekend. Bijna rust. Zet je cam rechtsboven. Heel goed, jongens. Dankjewel voor het meedenken. Natuurlijk, jullie zien de score niet. Dat doe ik juist expres, die cam linksboven. Zodat jullie op het begin bij de teams, de teamgeest en zo allemaal kunnen zien. Eigenlijk, laat het me de hele tijd even weten. Want eigenlijk moet het elke keer tussen de wedstrijden door even. Dat ik hem dan voor de wedstrijd weer linksboven zet. En tijdens de wedstrijd rechtsboven. Was het geen buitenspel? Oh, dit is niet normaal. Want we beginnen we dramatisch. Kunnen we de eerste pot niet gewoon skippen, jongens? Nee, dit is het moment dat we... De strijdermodus aan moeten zetten. Oh. Dit was wel echt een slecht balverlies hoor. En goed uitgespeeld. 3-0. En ook al is het heel geflatteerd. We moeten die tweede helft vol bikkelen. Als we deze eerste pot verliezen. Hoeveel punten moet je pakken jongens in divisie 1 voor de titel? 23 of zo? Dan kunnen we ons dus niet zoveel puntenverlies meer permitteren. Ja, ze zijn allemaal gewoon veel te snel. Oh. Op Navi. Moeten we straks... We hebben die 87 Luc de Jong gewoon nodig in divisie 1, jongens. Misschien is dat het. Ik hoop dat die straks is verkocht. Of als jullie echte strijders zijn. En je kijkt nu. Dan koop je gewoon nu eventjes Luc de Jong van mij. Dan ben je echt een held. Als je nu Luc de Jong van me koopt. Even je PS4 aangooit. Luc de Jong 81 is het. Eventjes kopen. Zodat wij genoeg geld hebben hier bij de livestream. Om Luc de Jong 87 te kopen. Want ik heb het natuurlijk deze hele serie gewoon gedaan. Puur met organisch noem je dat. Puur met munten die we zelf hebben verdiend. Door die titels te winnen in elke divisie. Want we hebben in elke divisie die titel gepakt. Door al die titels te pakken. Wedstrijdjes te winnen. Spelers te verkopen. We hebben niet zo heel veel gedaan. Heel af en toe verdraft. 1 of 2 keer volgens mij. Maar ja, dat hoort natuurlijk eigenlijk al niet bij. En alleen op die manier hebben we een paar keer een informpje gekocht. Of een Team of the Season Jansen bijvoorbeeld. Praat. Nu dan. Lukaku gaat buitenom. Dit moet hem zijn. Maar is de paas weer niet goed. Die komt gewoon buitenom bij Dix. En die komt er dan niet aan te pas. Totaal niet zelfs. Die Memphis is een goede speler ook in het spel hoor. Heel snel. Volgens mij snelheid 90. Kracht heel hoog. Maar her, nu. Dit is een goed moment om te geven. Ja. Jansen naar zijn linker. Dat weet hij misschien niet. Jansen naar zijn linker. En dan ligt hij er net voor met Otamendi. Het zit qua kansen afmaken in elk geval niet echt mee. Dat ik bij de tegendoelpunten niet heel lekker verdedigd. Dat ben ik helemaal met iedereen eens. Iedereen die dat nu zou zeggen. Het is niet normaal, jongens. Het is niet normaal. Maar bij de kansen afmaken heeft het echt niet meegezeten. Dan was er zeker 2 in gemoeten. Eigenlijk 3 of 4.
We gaan gewoon wat aanvallende spelen. We moeten wel. We hebben meer kansen nodig. Jansen, nee. En anders dan moeten we het maar gewoon accepteren dat we die eerste pot hebben verloren. Maar zolang dat niet helemaal het geval is, accepteer ik dat natuurlijk niet. En bikkelen we door. Als we een echte strijder scheidt, dit is gewoon een voordeel. Dankjewel. Voor de vrije trap. Maar het voordeel was hier toch wel lekkerder geweest. Goeie ingreep, maar... Ja, maar niks eigenlijk. Maar niks. Koen, alleen de goede spelers spelen nog, dus dit is nog te verklaren. Ja, daar zit misschien wel wat in. Camille, daar zit misschien wel wat in. Tuurlijk is hij goed, maar dat weet je in Divisie 1. Dat is juist het hele doel van deze serie natuurlijk geweest. Om Divisie 1 te halen en dan het liefst natuurlijk ook nog even Divisie 1 te winnen. Dat zou wel echt een kers op de taart zijn. We hebben in elke divisie de titel gepakt. Divisie 1 gehaald met een team waarvan heel veel mensen zeiden van ja, dit gaat je echt never nooit lukken. En natuurlijk kregen we op een gegeven moment Lukaku en Timo Sies en Jansen, wat het echt wat makkelijker heeft gemaakt. Die hebben veel doelpunten gemaakt. Maar toch. Raad. Meegeven. Jansen. Nee, dit is wel. Ja, dit is wel Jansen. Ja, Ayu. Goed gelezen, maar. Goed gelezen. En dan sterk blijven voor. Nee, dan is die aanname gewoon matig. Beter. Dragbackje van Praat. Voor Lukaku. Nee, dit meen je niet. Het mag gewoon niet zo zijn, deze pot. Het mag echt niet zo zijn. Ongelooflijk dat deze er niet in ging. Weer ligt hij ervoor ook. Voor achterlijntje gehaald. Loopt niet lekker door. Oeh, dan kan hij met een countertje uit. Vekuli gaat hem geven. 3 tegen 2 is het bijna, als hij het goed doet. En dan gaat Remy diep, maar dit is prima. Het was een voorspelbaar moment dat hij die bal gaf. Henrik, dan moet je hem hebben. Dan moet je hem hebben. Ongelooflijk. Baba. Nou, doe nog maar een keertje van afstand dan. Net bij die 1-0. Want dat was ook onmogelijk hoe die erin ging. Prima. Lukaku. Ja jongens, voor de mensen die laatst zijn ingeschakeld. We zitten in de allereerste wedstrijd van Divisie 1. Ik ga de hele divisie live streamen vandaag. En we zijn heel slecht begonnen. Qua resultaat tenminste. Want we hebben echt niet zo slecht gespeeld over de hele wedstrijd. Natuurlijk een slechte fase in de eerste helft. Maar over de hele wedstrijd. Ik wil de schoten nog wel eens zien. Ik denk echt dat we meer schoten hebben gehad. En het waren ook echt grote kansen. Nu Jansen dan nog een keer. Jansen, tweede paal komt. Lukaku, zit hij er nu eindelijk een keertje in? Jawel, het kan nog. Het zou nog kunnen. 3-1. Goeie goal trouwens van Lukaku. Lekkere actie van Jansen. Het zou nog kunnen. Kwartiertje op de klok nog. In deze eerste pot, sorry dat ik de herhaling wegklik. Maar jullie hebben het allemaal gezien. Job Jans zegt, Koei, ga je als Vitesse-fan zijn ook naar de Airborne-wedstrijd? Ik ben wel Arnhemmer, maar ik ben niet echt Vitesse-fan, Job Jans. Sorry. Maar de Airborne-wedstrijd is dus vanavond weer, hè? Vitesse. Ja, nee, ik ga er niet naartoe. Sorry, ik zit hier nog tot best wel laat natuurlijk. En dan ga ik vanavond toevallig wel naar Arnhem. Maar niet naar Vitesse. Niet naar Vitesse. Ik zit dus goed zeg. Hendriksen, zou het dan nog gebeuren, jongens? Zouden we echt een zieke comeback gaan maken? Maar her, kon net niet naar zijn rechter tappen. Maar Praat, let goed op. Praat met een voetrol. De Mendy staat te verdedigen deze wedstrijd. Dat is echt niet te doen. En Beugelsdijk gaat deze sprint natuurlijk niet meer winnen van Remy. Ja, dit is een goede paas. Zie Sokko. Oké. Vies. Goede actie. Dit is een hele goede actie van mijn tegenstander. Ligt natuurlijk open bij ons nu. Doordat we vol op de aanval spelen. Maar dit was eindelijk echt een goede actie. Waarvan je denkt, zo, oké, dit had echt een doelpunt verdiend. Prima dit. Dix, kom op jongens, we gaan er nog voor. Natuurlijk gaan we er nog voor, want dit is praat... Nee. Eigenlijk, beetje kak, hè? Beetje kak. Nog maar 5 minuutjes. Staan we al op ultra? Nee, we staan nu op ultra aanvallend. We moeten nu heel snel die 3-2 maken, anders is de eerste pot verloren en... Ga er maar vast vanuit dat het gebeurt, maar ook nog is dit een penalty. Oh, dit is echt te zielig voor woorden. Nou jongen, waar ga je heen? Ik zie niet eens die powerbar. Oh, daar zie ik hem, ja. Ah, stiftje, ja, dat herken je. Oké, goed gedaan jongen. Lekker weer je penalty verprutst. Dat geeft ons nog één heel klein kansje. Dit zorgt ervoor dat we toch nog een heel klein beetje hoop kunnen hebben. Maar dan moet deze aanval erin. En dan gaat Maher niet die bal geven. Dan gaat hij niet die bal geven. Wat is dat? Wat is dat, jongens? Dit is wel zo goed als voorbij. Eerste potje moeten we maar slikken. We moeten slikken dat we met een nederlaag beginnen in deze Divisie 1 livestream. Waar we
al zo lang uit hebben gekeken met z'n allen. Touré. Oké, Touré. Maak hem maar. Maak hem maar. Naar rechter. Lange hoek. Oké, vies. Vieze goal. Goed gedaan van mijn tegenstander. Dit was de enige goede goal. Ik wil toch die schoten gewoon serieus nog zien. Tom Klumperman zegt, Ziyech voor mijn her. Ja, Ziyech heb ik niet tegen gespeeld. Dus Ziyech, die kan ik niet aan mijn team toevoegen. Dit zijn wel doelpunten. Die zie je inderdaad echt alleen in divisie 1 of 2. Lekkere voetrolletjes. Jullie hebben het mij ook heel vaak zien doen natuurlijk. Lukaku. Nou, nog één doelpuntje. Dan, nee, wat is dit? Oké, jongens, gaan we Luc de Jong er sowieso inzetten straks. Ik hoop dat we die 87 kunnen kopen. Dat zou toch wel een hele goede toevoeging zijn aan ons team. We moeten die tweede pot echt gaan winnen, want nog eentje verliezen, dat is echt... Dan wordt het hem niet meer, want je mag maar 7 punten verliezen volgens mij, toch? 23 punten, ik ga het even checken. We hebben er nu al 3 verloren, dus we mogen eigenlijk alleen nog maar 1 keer verliezen in alle andere potten of 2 keer gelijk spelen. Dus het is echt... Nou, oké. Ik dacht dat het nog erger was qua schoten, maar het is goed. Het was echt een beetje 50-50, net als je die statistieken ziet. Maar 4-1, het is duidelijk. Joris heeft er veel uitgepakt. En kijk, hij is verkocht. Dus we gaan 87 Luc de Jong kopen, jongens. Leuk. Bedankt voor die tip. Bedankt voor die tip ook vandaag, jongens. En bedankt dat jullie zeiden van, verkoop gewoon je oude Luc de Jong en haal ze een nieuwe. Koen, hoe oud ben je? Vraagt Swag. 6804, ik ben 23. En dit is 27.000. Volgens mij is die niet veel goedkoper te krijgen dan 27.000. Maar laat het gewoon even checken. Ik gebruik niet echt dat Futhead. Dat vind ik ook een beetje... Jonas Maaier vraagt of ik zijn naam wil zeggen. Nou ja, goed. Dat was bij deze zo. Ik zat weer niet op te letten. Ja, Jonas. Alsjeblieft. 27.000. En daar is het inderdaad een paar keer voor. Hier, 25.000 zelfs. 24. En die heeft ook ziek veel contracten, alleen heel weinig conditie. Ik ga deze doen, jongens. Want dit is toch ook genoeg contracten, dus dat is prima. Nu gaan we toewijzen. Oké, dit is wel even lekker voor ons team. Luc de Jong erbij, 87. 70 snelheid. Heel goede schoten. Fysiek prima natuurlijk. Dat weten we van de Jong. Dribbel ook gewoon 83, hè. Gestoord. Echt hoog. Maar goed, wat moeten we dan gaan doen? Moeten we toch Lukaku maar op de bank laten beginnen? We moeten wel eigenlijk. Lukaku en Praat eruit. En dan, doen die Van de Beek erbij? Of, zeg het maar. Van mij met manager uit. Oh, hij heeft nog een contract. Beter. Gio. Oké, dus deze eruit. Deze erin. Jansen uiteraard op links. Met zijn linkervoet. Dat vind ik gewoon veel lekkerder met FIFA 16. Om een linkspoot op links te hebben. En Praat, ja, dat linkt gewoon totaal niet. Dus moeten we even wat anders gaan doen. Wie gaan we er dan bij zetten? Sigurd Becker is bijvoorbeeld wel echt heel fijn. Die is gewoon nog een beetje sterk. Heel snel, 68. Zeg maar jongens, wie moet ik erin gooien? Ik zie heel vaak Van de Beek en Appie. Appie voor Praat, Appie. Appie is ook 4 sterren, dus laten we dan maar gewoon beginnen met Appie erin. En als het niet lekker loopt, hebben we genoeg andere keuzes. Ik denk dat het dan gewoon Praat. Praat is eigenlijk dan natuurlijk de superwissel. Lukaku moeten we natuurlijk wel even meenemen. En... In plaats van Rai Vloed, sorry jongen. Het was dat een lachen battle trouwens tegen Rai Vloed. Het was echt een hele chille gast. We gaan nu gewoon beginnen jongens. Tweede pot. Ik moet beter spelen dan in de eerste pot. Want dit was gewoon niet goed genoeg. Hoe je het ook went of verkeerd. Verdedigen niet goed genoeg. We werden eruit gecounterd echt. Memphis en Remy waren echt veel te snel voor Kevin Dix en voor Beugelsdijk. Dus daar moeten we dat op gaan verzinnen. Misschien moet ik iets verdedigender beginnen. Dat is misschien slim. En met deze twee spitsen. Twee team of the season. Eredivisie spitsen. Jansen de Jong. Die zijn fucking goed. Daarmee moet ik gewoon alle schoten moeten hangen. Want ik heb echt veel kansen gemist in die vorige pot. Dat is niet echt... Ja, daar sta ik niet echt onbekend, zeg maar. Kijk, tegenstandertje, perfect. FC Beast. Oké, top jongen. Heerenveen, zou het een Nederlander zijn? Het zou kunnen. FC Beast, het account 001. Zou het Nederlander kunnen zijn? Ben je een kijker? Heel veel succes. Niet te veel succes. Oh, hij heeft Griezmann, team of the season. Hoe moeten we die nou weer gaan stoppen? Hoe moeten we Griezmann, team of the season nou af gaan stoppen? Met Kevin Dix. Kijk, TT die kan nog wel redelijk lekker zich in hem vastbijten. Oh, die verdediging is ook goed. Oh, dit wordt nog echt pittig, jongens. Dit wordt pittig. Forza Post, ja, ik wil je naam wel zeggen. En dit was de laatste naam die ik ging zeggen voor deze wedstrijd. Weet je wat, jongens? We beginnen gewoon even defensief. We moeten hopen dat ik eigenlijk gewoon vooral de kansen goed afmaak nu. Maar niet vergeten, jongens, divisie 1 met dit team is natuurlijk ook gestoord moeilijk. En het is juist omdat het zo uniek is, doen we dit gewoon als livestream helemaal. En doen we dit... Op deze manier, het is gewoon heel uniek.
En als we die titel toch gaan pakken, dan is het echt een vette prestatie. Goed, Henriksen, hard voor. Niet doen? Nee, niet voor. Oké. Okay. Doe man, dank je. Bedankt, Marcus. Dank je wel, zeg. Winnen. Nee. Oké. Oh, naar zijn linker natuurlijk. Mag. Nee, toch! Nee, als dit soort dingen erin gaan, dat is echt niet normaal. Jongens, dit zeg er echt wat van, jongens, in de reacties. Dit is toch niet normaal. Ik zeg nog, hoe kunnen we die Griezmann nou af gaan stoppen? Hij heeft één keer half naar zijn linker op 22 meter. Het is niet eens een schot in die kruising. Hello, Rome. Kom op, jongen. Ik had meer van je verwacht. Oh, jongens. Oh, dan wordt het echt een heel lastig verhaal. Maar nee, kom op. Die gedachten mag ik niet naar binnen laten komen. Kom op. We moeten gewoon strijden en zelf kansen creëren. Nouri. Henriksen. Pengel. Nee. Jansen winnen. Dankjewel. Heel goed. En dan wint Godin het. Ja, dat is niet zo heel gek. Van Maher naar zijn rechter. Nee. Oké. Wacht. Zal ik weer niet verdedigen, Toon? Ik moet even iets defensiever beginnen. Oké. Schakelen om naar Brenet natuurlijk. Die kan lekker mee met zijn snelheid. Goed van hem gevoetbald. Het is goed. Gaat hij weer schieten? Ja. Oh nee, Rome, alsjeblieft. Doe me dit niet aan. Bedankt, Dix, dat je goed mee verdedigt. Man. Levi. Ze zegt, ik zei het al, Veldwijk op doel. Ja, nou, misschien had hij hem er wel uitgehouden. Zou kunnen. Hij is wel lang, dus. Jansen, kom op. Oh. Rakitic. Dit gaat hem niet worden, vriend. Het is wel heel erg uit de draai. Lucinho. Oh, wauw. Deze gasten zijn ook wel echt goed. En dat is ook gewoon heel lastig met zo'n team. Maar ik vind het gewoon vet dat we hier in divisie 1 spelen met dit team. Kom op, Jansen, naar De Jong. Neem even aan dat balletje. Kom op, jochie. Counter aan, nee, daar hebben we eigenlijk niet zoveel aan. We moeten gewoon... Lange bal. Ga gewoon die lange bal aanzetten. Hops. En waarom? Nou, gewoon omdat we twee van die beesten voorin hebben. Twee van die lange spitsen. Ze zijn niet snel, maar ze zijn wel beesten. Henriksen, goede actie. Met het voetrolletje vrijgespeeld. De Jong. Heel goed. Naar Naffi. Naffi niet. Naffi. Net, noem maar even terug op de keeper, jongen. Dankjewel, Pietertje. Perfect. En door. Peter loopt weer met die aanvoerdersband. Ik weet niet waarom hij zijn mans loopt te doen met zijn bandje. Oh, en nu is hij daar weg. Oh. Dit wordt weer zo'n hele moeilijke pot, jongens. Is het dan toch gewoon allemaal iets te hoog gegrepen? Ik denk het wel. Oh. Is deze livestream straks gewoon al heel snel voorbij? Nou, heel snel voorbij is die niet. Maar de droom om echt met dit team zelfs de titel te pakken in divisie 1, die gaat nu wel echt een beetje als een nachtkaars uit. Divisie 2 was echt nog top. Maar is het nu misschien gewoon een te groot verschil? Ja, wat wil je ook met zo'n Griezmann in de season? Maar her, naar je rechter, kom op. Eerst het... Ik zeg niks. Elke fucking kans vliegt er gewoon weer iemand op het laatste moment ervoor. Oké. Perfect. Ja. Oké. Okay. Man. Zijn die spitsen snel. Griezmann. Weer naar zijn linker, weer van afstand. Het is wel een beetje voorspelbaar dat hij gewoon weer van afstand gaat schieten. Oké. Okay. Rijts! Carteggialo. Zouden ze in Italië zeggen. Of krijgt hij die niet eens? Ja, die krijgt hij wel. Geel. Nou. Ik blijf strijden. Zeker, jongens. Zeker. Duurt het lang voordat ik in mijn strijdenmodus zit? Ja, misschien wel. Misschien wel. Oh. Beugelsdijk. Uitstekend, jochie. Zet die Griezmann maar gewoon een keertje goed van de bal. Zet je lichaam maar gewoon nog een keertje goed in. Jansen, kom op, jongens. Kies een keertje goed de diepte. Nu, op dit moment. Ja, kom op. Je bent toch wel redelijk snel. Oh, dan krijg je zo'n Dani Alves. Het is zo moeilijk voetbal, jongens. Het is zo vreselijk moeilijk. Strijdenmodus inderdaad. Ik vergeet het elke keer. Gewoon even niks zeggen. Goed schot. Juist. Scheids. Ah!
Ai, ai, ai. Nee. Dan kan hij weer gaan counteren. Dat is een Griezmann. Die ik toch nooit van mijn leven bij kan houden. Oké, okay, dit is matig. Brennet, hij weet natuurlijk niet dat die Brennet zo snel is. Voetbalt. Dit is ook goed. Ja. Ja. Oh, Beugelsdijkje, doe je best. Nou ja, het is 3-0. Het is echt, dit is toch niet te doen? Hoe kan hij deze missen trouwens? Dat is echt vreselijk slecht. Als je met je Griezmann team of the season zo'n kans weet te missen bij Rome. Maar, man, jongens. Dit is echt lastig. Kom maar, jongen. Alles. Volle snelheid, Lucky. Vamos. Juist, juist, juist. Ah. Beide modus is aan, jongens. Jullie merken het, maar jullie zien het nog niet echt aan het spel. We lopen diks. Oh, jongens. Weer 2-0 achter met rust. Agario vraagt, wanneer ga je draft spelen? Ja, dat weet ik even niet, jongen. Ben ik nu even niet mee bezig. Kijk die kansen. Wat hebben we lastig. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? 4-2-4 bestaat ook niet met veel te met team. Dat vind ik wel jammer trouwens. Ja, nee, de opstelling is verder echt niet het probleem. Jans kunnen we er wel bij gooien. Zit maar her hier. Nouri, sorry. Ik heb het best gedaan. Raadje erbij. En Lukaku erbij. Ja, dat moeten we wel doen, jongens. Er zit niks anders op. Dit zijn op zich de beste 11. Alleen kies je niet lekker normaal gesproken met qua teamgeest in één team krijgen. Maar dit zijn in principe het beste 11. Kom op. Focus. Vamos. Een doelpunt te maken. En die Griezmann gewoon geblesseerd trappen. Dat zou lekker zijn. Dat zou toch heel lekker zijn, jongens. Juist. 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 Ja. Beetje snel geschoten natuurlijk, maar ja, je moet wat. Je moet wat. Misschien had ik door moeten lopen. Kom op. Daar is hij weer, Jansen. Heel goed. Maar? Oh, kijk, wat is het voor baas. Baas. Top. Top. X alles. Het is een goed. Het is een goede aanval. De Jong. Jansen. Sterk. Sterk. Ja. 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 Lukaku. Wat doe je? Wat doet hij nou? Oh, dit is toch. Dit is, ja. 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 Ronald Koeman zou zeggen. Ja. Met de rug naar de goal. Is de goede spits. Nou, oké. Okay. Oh. Nog gewoon. Die had erin moeten. Je had erin gemoeten. Je futtactiek staat op 65 druk en bij het spel val. Je verdediging is al ruk, Ricardo. Dat vind ik een hele goede tip. Zet je futtactiek daarop? Wie heeft dat eigenlijk verzonnen? Hoe weet je dat eigenlijk dat hij daarop staat? Maar dat is, ja, dat is inderdaad lastig spelen dan. Dit is goed, Jansen. Lekker dragbackje. Ja. Zijds, hallo. Hallo. Oh, het is echt. Heel goed, jongen. Oké, nu moeten we eruit komen. 4 man, hou binnen. Hou binnen, heel goed. Perfect, hij trapte erin. Nou, gewoon een keertje een hoge voorzet dan maar. Ja, je moet wat! Je moet wat, jongens. En op zich was het nog best dreigend ook.
Op zich, het zit er eigenlijk wel in. Het is zo stom, dat had ik in de eerste pot eigenlijk ook het gevoel. Vooral de tweede helft, we hebben echt veel kansen gehad toen. En ook nu, beginnen we gewoon weer uitstekend aan de tweede helft. Jongen, doe nou even sterker. Iets, hè? Je best. Op, perfecte tackle. Kom op! Daar gaan we weer. Lukaku. Naar de jongen. Nee. Come on, boys. Come on, lads. Come on, you lads. Perfect. Hey, dat is dan weer een matig paasje. Even geleden. Juist. Dit is een goede aanval. Nu bij blijven. Bij je houden, bedoel ik. Vast, sterk. Ah! Goeie tackle. Goeie tackle van hem. En dan gestoken. Ja, prima. Hij heeft al heel lang geen kans meer gehad. Ja, dat is oké. Hij hoeft ook geen kans meer te geven. Hij staat 2-0 voor. Maar toch. Hou binnen. Geef meteen door. Voor jou. Hij is voor jou. Nee, hij is niet voor jou. Hij is niet voor jou. Ik verlies het duel gewoon. Ook weer. Verlies het duel. Goed. Perfect. 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 Heel rustig gespeeld. Lukaku, doe even een keertje sterk. Dankjewel voor de verandering. Lukaku, ja, dit is goed. Ja, oké, okay, we leven nog. Ja, korte hoek. Ja, nee. Corner. En de tijd begint alweer vreselijk te dringen. Praat. Goed, jongen. Praat. Scheids. Nee. Oh, ik loop te janken om die scheids, hè, vandaag. Het is niet te geloven. Maar ja, dat moet er wel. Hebben die scheids misschien een beetje geluk van de scheids nodig? Is man. Nee. Dit is fijn. Dit is hartstikke fijn. Ja, zo doorgaan, jongens. Ja, ik ga zo door. Weet je, op zich. Spelen we niet heel slecht. Niet heel slecht. Het is toch natuurlijk toch teleurstellend zo. Jongen. Dansen. Scheids. Dit is dan toch een keer een overtreding, ja. Dan moet hij er gewoon even in. Kom op. Toch nog iets verder weg dan ik had gehoopt eigenlijk. We gaan deze gewoon doen. Het is een gokje, maar we gaan het gewoon proberen. Ja, hij pakt goed uit. Korte hoek. Weer mis. Het pakt er goed uit, gelukkig. Die variant. Lukaku. Sterk eromheen. Lukaku. Terugleggen. Bingel. Ook niet. Het is echt ongelooflijk. Maar waar? Maar niks lukt. En niks zit mee. En toch blijven we strijden. Uiteraard. Lukaku. Jansen. Goede actie. Naar je rechter. Dankjewel. Nee. Oké. Okay. Varaan. Ja, dit is ook echt gestoord. Boudine Varaan. Ja. Maar toch. Ja, Jansen is 84. Dus eigenlijk zou je zeggen. Hij moet er toch wel een beetje tegen zijn opgelassen. Inmiddels zegt Koen, zo zou ik niet doorgaan. Nee, ja. Geluid werkt niet bij Brent. Gaat het bij de rest wel het geluid een beetje oké? Okay? Oh shit, oh kut, ik zit niet op de rente, man. Valt mij. Juist. 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 De Jong, 87. Dat was ik ook bijna vergeten dat hij 87 was. De aanval was goed, maar daar hebben we niks aan. En de tijd zit er alweer bijna op. En dus is de tweede pot verloren. Wat een jammerlijk livestreampje tot nu toe. Perfect. Beugelsdijkie. Goed. Ja, jongens, wat zeg het maar. Jullie moeten me even helpen. Oké, Bono de Smit, of je even wil stoppen met een beetje spammen. Maar we moeten iets aanpassen. Of dit is toch wel. Deze formatie is toch het best. Moet ik gewoon de teamgeest maar een beetje laten voor wat het is. En toch beginnen al met Lukaku en praten erbij. Dat kan ook. Met Lukaku, Jansen en de Jong spelen. We moeten wat verzinnen, want zo gaat het hem niet worden, jongens. Zo gaan we niet eens die divisie 1 overleven. Dan gaan we gewoon degraderen, als het zo doorgaat. Die gast heeft echt veel kans gecreëerd. 0-0-2, we zien, dat zijn echt keiharde cijfers. Star Trek, nee, ik ga niet meer tegen kijken spelen vandaag. Maar ik ga vandaag alleen maar divisie 1 spelen. Hij is
speelt alleen met spelers die hij gebattled heeft. Inderdaad, Dalier Cool, jij snapt het. Dit zijn alleen maar spelers waar ik FIFA tegen heb gespeeld. En het gaat helemaal bagger natuurlijk nu in Divisie 1. Het is echt gewoon, misschien heb ik het wel een klein beetje onderschat. En is natuurlijk ook gewoon heel ziek met zo'n team. Maar ik denk toch, ik moet gewoon met deze twee erbij beginnen. We kunnen niet anders dan dat. En dan moeten we Lukaku uiteraard op links zetten. Voor een beetje teamgeest van die twee. Teamgeest 87 is op zich niet zoveel mis mee. Maakt dit nog veel uit? Ja, dat gaat zelfs nog omlaag. Dus dan laat ik het liever zo staan. Dat komt natuurlijk door die link tussen Jans en Henrik. Nou, dit is op zich is het ook prima. Of is dit eigenlijk net zo goed? Nee, dit is alweer min 4. Logisch trouwens. Oké. Wacht. Wat ik nu ineens bedenk. Even kijken, jongens. Wat je natuurlijk kunt doen, is... Stel... Hebben we training? Nee, we hebben echt helemaal niks aan training. Maar dat kunnen we wel kopen, want we hebben munten. Dus, we hebben 4000 munten, jongens. Wat voor training gaan we doen? Zeg het even. Wat zullen we voor training... Eigenlijk de verdediging moet even wat beter, hè? Ja, Donny is inderdaad ook wel goed, maar... En is natuurlijk ben jij een strijder, dat weet je. Maar haar eruit voor Nouri of Van de Beek. Ja, jongens, daar word ik echt oprecht niet beter van, geloof me. We gaan eventjes wat trainingjes kopen. Volgens mij is dat niet zo duur. En toch heb je er wel aardig wat aan. Hier, spelerstraining... Maximale prijs, nou laten we zeggen 6,50, dan kunnen we tenminste wel wat kopen. Oh, wel in het goud alsjeblieft. En dan kijken we gewoon even wat hier allemaal bij zit. Hier, snelheid. Oh, 5000 vragen ze ervoor. Wat is dit? Dribbelen. Dribbelen is allemaal goedkoop, hè. Ik moet eigenlijk even koop nu op 600 zetten. Gaan we gewoon even checken. We moeten die spelers echt wat beter maken, want het is gewoon niet goed genoeg. Op spits naar CRM, ja, dat is voor de teamgeest ietsjes, maar daar, ik geloof daar niet zo heel erg in, om eerlijk te zijn. Verdedigend, kijk, die hebben we even nodig. Hoppatee, nu toewijzen aan wie ze beugelijk is, denk ik, verdedigend juist al wel sterk. Die heeft eigenlijk juist snelheid nodig. Maar we kunnen wel aan hem geven, dan is het echt een beast. Dus, oh, hij is verdedigend echt het meest matig van al die vier. Die hadden we even nodig, echt een beast. Zo, 83, beugels lijken komen ze niet meer lang straks, jongens, dat is duidelijk. Kunnen we er nog eentje van kopen? Verder is het alleen maar dribbelen en verdedigen, hè, die zo goedkoop zijn. Oh, hier, wat is dit nog? Trappen, schieten, pasen. Kijk, kunnen we wel gebruiken. Ja, kopen die hap, toewijzen aan... Wat zullen we eens doen? Ik denk aan Jansen. Die staat achter de spitsen. Pasen heeft hij, wat heeft hij nu? 60, kan hij wel gebruiken. Top. Goed. Oké, met deze 11 en met die trainingjes en met nu de tactiek, dat we echt even... Gewoon beloven even verdedigend te beginnen. Moet het in elk geval beter gaan dan daarnet. Geloven jullie erin, jongens? Gaan we deze pot winnen? Kill doe rustig, zegt Ben Strik. Wat is er, jongen? Wie moet er rustig doen? Koen bij 75. Koen, ik ben er ook weer bij. Hartstikke goed, jongen. Hartstikke goed. Koop Riedewald of Moreno, zegt Julia Klokgieters. Zou ik wel willen, Julia. Dat zou hartstikke leuk zijn. En daar zou het team ook echt wel veel beter van worden. Maar heb ik niet tegen gespeeld. Heb ik geen battle mee opgenomen. Dus dan komt hij niet in het team. Oké, even voor mensen die een beetje bijgeloof zijn. Blauw shirtje voor het eerst vandaag. Misschien dat we daarmee gaan winnen. Oh, hé, hey, ja, die had ik ook op een ander account. Ja, dit is echt best wel een goede aanval. Best wel een goed team trouwens. Oh mijn god. Ik wil ooit van zo'n team gaan winnen. Hoe moeten we nou van zo'n team winnen? Die gast moet echt oprecht heel slecht zijn. Die gast moet zo slecht zijn als ik met zo'n team van mij van zo'n team win. Die verdediging, man. Ah, het is niet normaal. Dit zijn echt zulke ziekte. Maar kom op, het is 0-0. Wij zijn de beste. Kom op, je bent de champ. Kom op. Hele serie, bijna niks verloren. Elke divisie de titel gepakt. Hier, we vinden geen ultra verdedigend. En we moeten wel, want hij heeft fucking snelle spitsen. Dus we moeten eigenlijk zelfs op de counter gewoon, ook al zijn onze spitsen niet zo heel snel, we moeten het gewoon slim spelen. Hop, niet te lang over mijn aanvallen doen, maar gewoon inderdaad actie. Reactie, De Jong, een beetje snel tot de schot komen, liefst even niet die bal kwijtraken, dat zou fijn zijn, dankjewel. Zo, ingooitje voor ons. Praatverdediger middenvelder, nou, ik ben over Henrik zo tevreden, maar bedankt voor de tips jongens, keep them coming. 1-0, het zou toch fijn zijn als we een keertje op voorsprong komen jongens, hè? Oh, dat zou toch lekker zijn. Oh, leg hem even neer bij de tweede paal, ja, niet zo heel slecht was dit, niet zo heel slecht. Heel goed onderschept door Henriksen, kijk, daar hebben we hem voor gehaald, Henriksen. Pitsin, ja. Lukaku, daar is die. Jansen komt erbij. Uitstekend. Naar zijn linker, lange hoek. Oh, Neuer. Potverdorie, jongens. Elke wedstrijd komen we toch wel aan onze kansen.
Maar voorlopig... Wat is dit voor ingooi, vriend? Ik loop toch gewoon die hoek in? Ik loop toch die hoek in? Oh, die roos is snel. Ik ga alleen nog maar met mijn verdedigers gaan. Of met mijn middenvelders verdedigen. Gewoon mijn middenvelders teruglopen. Dat is echt alles wat ik ga doen in deze pot. Zolang het kan. Dixie, oh, wat zet hij zelf op het verkeerde been daar met die dragback. Goeie actie, Dix, hoor. Uitstekend bal de zit gehouden. En dit is dan een klein massa die er tussendoor gaat. Geen bij spel, Lukaku. Dit moet hem zijn. Lukaku, langs de keeper. Lukaku! Pingel? Wat is dit? Is het een penalty, jongens? Ik denk het niet, hè? Het zal wel niet. Het zal wel niet. Hij heeft gewoon de bal gepakt, natuurlijk. Het zal natuurlijk wel weer eerst bal zijn en toen de man. Ja, ik doe er goed aan Noeri van de Beek. Doe ik, Jesse. Dat is goed. Dat is goed. Oh, jongens. Daan Riek wil zeggen, beter word je gewoon meteen commentator bij Fox Sports. Ik zal niet zo schreeuwen, jongens. Sorry. Daar is inderdaad de microfoon niet goed genoeg voor, eigenlijk, deze. Dat moet ik eigenlijk alleen doen als ik gewoon echt video's opneem. Dus ik zal niet zo schreeuwen. Ik zal proberen me een klein beetje rustig te doen. Nee, dit was geen penalty. Nou, dat is voor de mensen die erover twijfelden, zoals ik. Dan weten we het nu. Voor, dit is een uitstekende bal. De Jong, naar rechts. Ja, nu dan. Neuer gepasseerd. Lukaku. Oh, nee. Oh, als het in een video was geweest, had ik hier een heel verdrietig muziekje onder gemonteerd. Elke kans. Wat is er aan de hand met mijn spitsen? Worden ze zenuwachtig van divisie 1 of zo? Het is niet normaal. Lukaku mist voor open goal. Het is niet meer normaal, jongens. Niet meer normaal. Hoeveel kansen wij nu al in 2,5 pot hebben gemist. Praat goed, jongen. Goed gedikkeld. Brenet. Deze pot zijn we gewoon sterker, jongen. Hij heeft een heel ziek team, maar kom op, man. Wij zijn beter. Dan moet ik niet te hard zeggen, dan gaat hij scoren. Dus niet te hard zeggen, precies. Heel goed. Uitstekend. Uitstekend. Minder, maar dat maakt niet uit. We veroveren hem alweer. Zie je? Kijk. De Jong. Ik loop lekker in mezelf te praten. Ik lijk wel een soort schizofreen of zo. Jansen. Ja? Ja, nee. Juist praat. Uitstekend verdedigd. Uitstekend ingestapt. En dan ook nog uitstekend sterk aan de bal gebleven. Maar dan is Koen iets te... Ja, iets te fanatiek. Iets te veelwillend. Veel eisend. Dat we al tevreden moeten zijn met de actie van praat. En niet gewoon zo weer doorgaan. Totdat hij hem eindelijk een keertje zou gaan verliezen. Hendriksen, prima. We moeten deze pot winnen, jongens. Besef dat even, strijders. Besef dat, jongens. Lukaku, besef even dat je die pot moet winnen. En mis alsjeblieft niet nog een bal voor open doel. Dankjewel. Dankjewel, Lukaku. Top. Super als je het even onthoudt, man. Cool. Robben. Oké, die gast, ik denk dat hij niet zo goed is, jongens. Ik denk echt dat hij niet zo goed is. Als je zo die bal verliest met Robben aan Brenet, dan doe je toch iets verkeerd. En dit is ook echt fucking slecht van mij. Focus, focus, focus. Klasse Jansen. Klasse Jansen. Goed. Wat trekken we allemaal weg? Hup. Zag je dat gat daar ontstaan? Had ik vol in moeten lopen met Hendriksen. Nu dan een keertje. Jansen. Ja, het is goed. De Jong gaat, maar de Jong krijgt hem niet. Spannend potje. Ineens even heel weinig kans in... Deze pot begonnen lekker. Maar nu eigenlijk beide teams niet echt kansen. Vidal naar Aubameyang. Die wil naar zijn rechter. Dankjewel. Goed gezien. Heel voorspelbaar. Heel voorspelbaar. Nu moeten wij weer een keertje bij de goal komen. Scheids. Laat eens doorspelen. Hey. Ik hoop. En ik heb het nog niet echt gemerkt eigenlijk aan FIFA 17. Misschien weten jullie dat. Dat die voordeelregel toch weer even iets is verbeterd. Want nog steeds word je er gek van. Dit is lekker gecombineerd door het midden. Dit niet. Oh. Lekker praatje. Heel goed. Goede actie. En dan Lukaku gevonden. Ja. Praat loopt door. Mooi driehoekje dit. Lukaku loopt door. Oh, wat een aanval. Wat een aanval aan de linkerkant. Lukaku. Nee, oh, toch is dit niet goed voor mij. Ik moet hem dan eigenlijk al afgeven. Maar dit was een goede aanval. Een hele lekkere aanval op die linkerkant. Aan die linkerkant. Lekker driehoekje. Brenet. Goh, kijk eens. Naar Praat weer. Ja, dit is een kaart. Dit is een kaart waard, scheids. Kom op. Ik weet dat het nog geen kerst is, maar...
Ik weet het, kijk, er binnen 150 mensen nu zelfs, Frauel Simons. Dat is fantastisch, jongens. Die zijn echte strijders. Ik ben heel blij dat jullie allemaal kijken en dat jullie me steunen. Ik heb de steun ook echt nodig, want voor de mensen die laatst zijn ingeschakeld, de eerste twee wedstrijden in divisie 1 hebben we verloren. En ook al was het geflatteerd, heeft hij door, hij heeft het door, hij heeft het door. Ja, hij heeft het... Oh, dit is ook echt nog een hele rare uitvoering. Geeft hij niet gewoon langs de muur. Maar dus, ja, er moet gewonnen worden. Want de titel is eigenlijk alweer bijna onmogelijk. Bijna onmogelijk. Je moet alles winnen. Prima praat. Prima. Kijk, we hebben nu wel echt de sterkste elf lopen, denk ik. Wat is dit? Hoezo doet hij die voet al niet? De sterkste elf staan er nu wel gewoon vanaf het begin in. Dat zijn jullie denk ik met me eens. Hoor. Is uitstekend. Ah. Ai, ai, ai. Oh, Beugelsdijk, daar komt ze verdedigende klasse mee. Pingel, nou, dit is... Nee, dit meen je niet. Dit meen je niet. Beugelsdijk, hij heeft 15 verdedigers erbij. Gokken. Gokken. En goed gokken met Rome. Oh, lekker zeg. Dit hebben we even nodig. Zo'n succesje. Zo'n gelukje eigenlijk. Maar het was ook natuurlijk eigenlijk wel een beetje een nare penalty. Een echte typische FIFA 16 overtreding. Goed. We leven. We leven. En we zijn echt... Kijk naar dat... Sorry jongens, ik klik in hem weg op het moment dat ik er wat over wilde gaan zeggen. Schoten zijn gewoon eigenlijk gelijk. Want dat schot van hem, die penalty telde denk ik ook mee hier bij die drie. Pases, hetzelfde. Balbezit, meer voor mij. Oftewel, we zijn beter. De team staat goed. Kunnen we voor nog wisselen voor iemand anders? We hebben eigenlijk weinig kwaliteit, hè? Oh, Maher. Die heb ik nog niet instaan. Oh, dat is echt dom. Maher is beter dan voor. Sorry, Nafi. Ken je goed, maar Adam Maher is beter in dit spel. Goed. Oh. Ja. Juist hem. Ha. Nee. TT beest. Wat een beest. Niet normaal. Niks alsjeblieft. Sterk. Nee, natuurlijk niet. En nu wel. Nu ben je wel een beest. En hou die bal bij je. Lukaku ging op het goede moment. Geen buitenspel. De Jong tweede paal. Daar komt hij. De tweede paal. De Jong. Kop hem alsjeblieft. Heel ziek in. Nee. Dit is te kort, Neuer. Dit is niet te kort. En dus komt hij eruit. Praat. Oh jongens, deze pot is spannend. Jansen, doe het maar gewoon een keer van afstand, weet je dat? Jammer. We moeten het proberen, jongens. We proberen alles. We proberen echt alles. Alle mogelijke manieren. Oh, dit is een matige paas. Niet te veel ruimte weggeven. Oh, Aubameyang lange hoek ligt open. Oh jee. Ik moet op mijn tong bijten, jongens. Dit is echt... naar. Goed, jong. Goh. Ja. Oh, het is allemaal net niet. Het is allemaal net niet. Andere opstelling, zegt Van Beum, maar ja. Ik geloof gewoon heel erg. Deze opstelling heb ik het hele serie mee gespeeld, jongens. En met dit team, deze elf, heb ik gewoon echt het gevoel dat dit de opstelling is. Misschien nu een keer een lage voorzet. Lukaku! Jans, alsjeblieft, yes. Het is 1-1. Vraag me niet hoe, maar het is verdiend. We leven weer. Probeert wingers. Nee, ja, we hebben niet echt hele sterke wingers, jongens. Dit is echt de opstelling om het mee te doen. Het spijt me zeer. En bedankt voor jullie tips. Ik waardeer het heel erg. Maar we gaan het met deze formatie gewoon doen. En we gaan deze pot gewoon winnen. Kom op. Strijden. Tuurlijk, Jansen.
Tuurlijk Lukaku naar je linker. Nee, nou, die zit net in de weg met zijn vreselijk sterke, gefilterde goede Boateng. Terwijl ik ook gewoon echt een zieke jeuk aan mijn neus heb. Jullie merken het waarschijnlijk al als je vanaf het begin deze stream kijkt. Ik heb denk ik al wel 30 keer aan mijn neus gezeten. Oh, nee, die kun je niet zo inleveren, Dix. En dit kan ook niet zo gebeuren. Maar dit kan wel. Maher, perfect. Jansen, ga maar diep, jongen. Ga alsjeblieft diep. Ik heb Brenet. Doe anders even een keertje mee met de aanval. Je bent snel. Brenet. Loop door. Dat is goed. Loop door. Geen buitenspel, denk ik. Brenet. Wat is dit? Oh, wel buitenspel. Maar wat was het voor... Dat is zo triest. Als je met zo'n slechte speler een fake shot aanname doet, dan neemt hij hem echt mee alsof hij hem echt naar de maan wil opwippen of zo. Ik weet niet waar het op slaat. Die spelers zijn ook in het echt gewoon hartstikke technisch. Eigenlijk is dat zieke bullshit. Hop. Kom op jongens, 20 minuten nog en we moeten deze pot winnen. Perfect, praat. Ik heb het gevoel dat die praat echt de wedstrijd van zijn leven speelt. Nou, dat is een beetje overdreven, maar hij speelt wel goed. Oh, dit is slecht! Van mij. Heel slecht. Kom op jongens. Perfect, gezien, gelezen. We gaan aanvallende spelen. Er ligt heel veel ruimte voor mijn gevoel. Oh, die de jongen, is hij nou leeg of zo? Lijkt alsof hij helemaal kapot is. Deze moet erin. Deze moet erin. Oh, goede sliding van hem. Hele goede sliding. Oh, dit wordt spannend. Ik heb het gevoel dat het 2-1 gaat worden voor één van ons. Eén van ons beiden gaat 2-1 maken. En hij is het nu nog even niet. Maar alsjeblieft, keeper, wat doe je nou? Nee, dit meen je niet. Niet zo'n goal. Niet zo'n goal. Oh. Ik voelde het al. We kregen allebei veel ruimte. Wat is dit zonde, jongens. Oh, Jansen. Wat een kansen voor Jansen. Kijk, die reddingen dan. 8 voor Neuer. Dat is niet normaal, man. Goed. Zeggen jullie het maar, ik ga hier niks op zeggen. Ja, dit is helemaal ruk, hè. Ja, we verdienen dit gewoon niet. Oh, jongens. Wat is dit naar? Wat is dit naar? Dit is echt de ergste livestream ooit, jongens. Och, och, och. Ja, ongeluk. Inderdaad. Levi Lijstra, bedankt dat je het zegt. Maar die goal ook. Ja, het zal wel. Boateng. Ik had er niet raar van staan kijken als Boateng hem alsnog in die kruising had geknald. Man, man, man. Oh, de Jong. Ga je nu dat duel wel winnen? Cazzo. Cazzo di madre italiana. Ja, weet je. Al wel. Nou, Beugelsdijk, doe je ding. Oké, nou, trouwens ziek verdedigd. Maar had ik niet echt verwacht. Jongens. Dit is niet normaal. Nancy Boy, dankjewel. Inderdaad, ik ben echt veel beter in deze pot. Dit was toch niet normaal? Wat een onzin, inderdaad. Koen van Horik. Dit is echt niet normaal. Mijn klomp is gebroken, deze pot. De eerste twee potjes was het al een beetje discutabel. Maar dit is echt niet normaal. Die keepers of zo. Joris. Neuer. Wilden we net? Ik weet het niet. Het is niet normaal. Alle kansen op de keeper. En het is weer voorbij. De titel hebben we nu al uit ons hoofd moeten zetten. De titel is niet eens meer een optie. Maar, wat ik wel echt belangrijk vind, is om gewoon Divisie 1 te overleven. We blijven deze livestream sowieso gewoon doen. Ik wil Divisie 1 echt overleven. Het wordt gewoon strijden. Die modus moet misschien nog meer aan dan dat hij al was. Maar dit is toch niet normaal. Tegenstand is fucking slecht. Ja, dankjewel Rensieboy. Ja, ik weet het. Ik ben een stukje beter dan Lennart Bulens. Ik weet het.
Michel Hopman zegt degradatie. Dank je. Bedankt voor de steun. Het was zo onverdiend, deze pot. Dit was echt niet normaal. Kom maar, de blauwe shirtje vind ik lekker spelen. Ik vind Chelsea het nu echt heel fijn spelen. Nou, hij heeft Lukaku 85. Daar schrikken we niet van. Van dit team voor het eerst eigenlijk in deze livestream. Een team waar ik niet van schrik. En dat is eigenlijk vaak gevaarlijk. Als ze een wat matig team hebben, zijn ze vaak zelf heel goed. Oké, top. Jongens, sorry, dit moet heel even tussendoor. Het is zaterdag. Oh. Sorry jongens. Perfect, we gaan ervoor jongens. Hoe heet Ram van zijn voornaam? Zijn lach. Goeie Raffi man, goeie grap. Beroemd. Beroemd, goed. Even uit met de pret nou. Oh! Over. Naffi. Scheids. Dit vind ik echt een gele kaart. Dit was een veelbelovende aanval. Een heel veelbelovende aanval. Is dit? Een variant? Hij mislukt. Maar ja, je moet wel. Want met zo'n speler ga je hem niet even ingachen bij al dit soort keepers. Oh wel, deze keeper is misschien niet super. Ik heb eigenlijk niet goed gekeken. Welke keeper spelen we eigenlijk tegen, jongens? Ik weet het niet. Nou, winnen de Jong, dankjewel. Daar ben je nog wel goed voor. Ja. Raad. Goeie actie, jongen. Raad, wat een uitstekende actie. Dan komen we weer net niet op de schop. Het is een beetje het verhaal van deze wedstrijd. Ik moet meer pasen, zegt Tristan Meijers. Oké. Okay. Misschien heb je gelijk, weet je, ik heb 3 keer achter elkaar verloren in de divisie 1. Dus ja, weet je, wie ben ik om nu te zeggen dat het bullshit is. Misschien moet ik inderdaad meer pasen, doe ik te veel acties. Het zou kunnen. We gaan het een beetje proberen, ja? In elk geval een goede aanval met veel paasjes gisteren. En ja, dit is jammer. Het is zeer schade. Zeer, zeer schade, jongens. Ik word gebeld. Ik kan even niet. Excuus. Excuus, jongen. In elk geval deze pot gewoon goed spelen. Het gaat een keertje gebeuren, jongens. We kunnen niet alles blijven verliezen nu. Dat kan geen niet. We zijn echt gewoon telkens niet slechter dan onze tegenstanders. Jong, afstand schotje een keer. Poeh, man. Tim Peter zegt, koop Ziyech. Sorry, jongen. Quinten is goed, jongens. Zet mijn petje op. Maar Tim Peters, ik kan Ziyech niet kopen, want daar heb ik niet tegen gespeeld. Ik heb in dit team alleen maar spelers waar ik tegen heb gespeeld. Ik heb FIFA tegen gespeeld. Tegen al deze spelers. Ik zie niks aan de hand, oké. Okay. Mogelijk. Goed, jongens. Oh, nee, dat schot was niet goed. Oh, best wel een zieke actie van de Jong. Wat denken jullie, jongens? Ga ik deze pot winnen? Dit is de 4e pot in divisie 1. Het moet er toch een keertje van komen. Moet er toch een keer gaan gebeuren. Oh, dit is toch niet normaal? Hoe kan die Gomez deze bal hebben? Ah.
Wat gebeurt hier allemaal? Stekend. Stekend praat. Uitstekend! Oh, on the goal! Eindelijk een keertje! Mamma mia! Sorry, ik zal niet van schreeuwen, anders had ik beloofd. Maar ai, 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 bedankt voor het vertrouwen, Levi en Tim. Ik zie dat jullie inderdaad zeggen dat ik deze pot ga winnen. En dat mag toch ook wel een keer. Is hij praat eigenlijk links? Ik weet het eigenlijk niet eens. Ik heb best wel vaak al met hem met links gescoord, besef ik nu in de afgelopen afleveringen. Zou kunnen. Ik heb echt eigenlijk geen idee. Het is echt slecht eigenlijk, hè, dat ik dat gewoon niet eens weet van die speler. Weten jullie het, jongens? Is praat links? Zoek dan eens even op. Je kunt het zo anders ook opzoeken. Een draft to glory, Seppe Bulens. Hoe zie je dat voor je? Praat gewoon met een zetje. Cool. Oké, die vind ik dan weer grappig. Ook al is die eigenlijk heel slecht. Jansen, juist. Juist. Praatje. Nou, weet je wat? We gaan gewoon weer naar zijn linker. Of toch naar zijn rechter, zeg het maar. Praat. Jammer. Ik heb er staan voor. Zo'n beetje voor het eerst in dit hele livestreampie. En dat betekent dat we deze ook gewoon echt gaan winnen nu voor het eerst. Het zou toch echt even heel welkom zijn. Ik wil niet met alleen maar nederlagen hier straks gewoon gedag moeten zeggen. Dat is echt te kansloos voor woorden. Dat is niet gewoon... Ook al hebben we zo'n slecht team relatief. Dat valt nu in deze video wel mee. Of in deze video, deze wedstrijd wel mee. Dus dat is ook... Daarom zijn we toch helemaal nu aan onze stand verplicht om te winnen. Maar zelfs al met zo'n slecht team in divisie 1... vind ik nog dat ik gewoon vaker moet winnen. Geen corner. Oké, dan was het gewoon echt een bizar slecht schot van Navi. Bizar slecht. Goed, jongen. Goed, jongen. Tussen. Oeh la la. Waar kijken jullie het meest naar uit, jongens, met FIFA 17? Hou hem tegen. Are you fucking kidding me? What the fuck? What the fuck? Oh mijn god. Raheem Sterling. Dat is toch niet normaal, jongens. Maar waar kijken jullie het meest naar uit in FIFA 17, jongens? Wat vinden jullie het straks het leukste om te spelen? Gaan jullie meteen heel op mijn team? Of gaan jullie misschien toch nog wel even de journey doen? Jullie hebben misschien al een beetje gespeeld tijdens de demo. Laat het even weten. Ja, wat een onzin dit, inderdaad. Ja, wat de hel, hè. Dat is toch niet normaal. Inderdaad, Tim Peters. Zijn eerste kans. En wat is het voor kans? Met man en macht, met twee verdedigers, hou ik hem tegen. De jongen heeft ruimte. Maar dit is toch weer een dramapaas. Ik ga even opzoeken of hij praat links of rechts is. Want ik weet het eigenlijk niet eens. Ze kunnen heel veel zeggen of jullie hier last van hebben, jongens. Ik zet nu even een ventilatortje aan, zodat het hier wat frisser is. Maar misschien horen jullie dat een beetje op de mic. Dat zou kunnen. Snelle trappen, snelle schieten. Ja, weet je. Praat is... rechts. Dat was een goede goal. Dat was een goed schot met links. Dat sowieso. Ja, jongens, met dit Eredivisie team. In divisie 1. Het is wel vet. Wel vet dat we het hebben gehaald. Maar ik had het natuurlijk wel iets anders voorgesteld. Ja, dit is goed. Dit is heel goed. Dit is ook heel goed. Laat alsjeblieft doorgaan, scheids. Dank je. Dank je wel. Ja. Yes. Deze pot zijn we zoveel beter. Dit kan gewoon eigenlijk niet dat we deze niet gaan winnen. Come on, hé. Het is wat laat. Het is jammer dat we er eerst weer een paar keer moeten verliezen, maar... Deze gast is ook wel... Hij heeft natuurlijk een veel minder goed team dan die van de net, bijvoorbeeld. Met zijn Boateng en Neuer en weet ik het allemaal weer. Dan komen wij aan met Rome. Dat is het natuurlijk misschien nog wel vooral. Niks ten nadele van Elo Rome. Is een topgozer. Maar in FIFA is het natuurlijk gewoon niet zo goed. Misschien is dat het vooral wel in divisie 1. Kijk, ik krijg natuurlijk gewoon iets meer kansen tegen dan in de eerdere divisies. En bij Elo Rome vliegt er natuurlijk ook gewoon heel veel in.
Dat is gewoon zo. Je zag dat schot van Fernandinho. Het slaat nergens op. Die goal van Griezmann. Het slaat nergens op. Dat komt echt wel puur doordat Eloy Roem er dan in staat. Zijn jullie dat met me eens? En natuurlijk geef ik wat meer kansen weg dan normaal. Dat weet ik. Maar hij pakt er natuurlijk ook wel heel weinig uit. Gaat naar zijn rechter. Dit is een fraaie actie. Matig ingeschoten. Heel matig hoe hij dat dan schiet met zijn rechter. Kom op, Dixie. Doorlopen. Poeh! Oké, sorry Rome. Ik heb geen kritiek meer. Holy shit. Zieke redding is dit. Twan vraagt, hoeveel punten heb je in divisie 1? Ja, 0. Ja, 0. Want we hebben 3 gespeeld en we hebben 3 verloren. Dus dat is helemaal kut. Oh, dat mag ik niet zeggen, sorry. Dat was helemaal bagger. Helemaal K. Helemaal kloten. Helemaal... Ik kan ook niet zeggen eigenlijk. Helemaal bagger. Helemaal bagger. Maar goed, deze pot staan we voor. Voor als je het nog niet wist. Niet goed, hè? Het is gewoon eigenlijk niet goed. Ah, jongen, hoe kan dat hij dat weet? Matig boven, die is 2 keer van mij. De lijn niet. Ga naar zijn linker. Goed, Room. Dankjewel, Room. Dankjewel, Eloy. Top. Top, 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 top. Ik Belgen, zegt Jasper, ja. Ik vind Belgen, ik vind Praat en Lukaku, waar ik tegen gespeeld daar echt allebei hele tof gasten. Dus niks tegen Belgen. En we hebben veel Belgische... Hij hangt. Hij hangt, natuurlijk. Bruh, inderdaad. Top. Top. Super weer dit. Ja, ik geloof het wel dat hij zit. Bedankt. Dankjewel, Brenet, dat je zo attent was. Moeten we toch nog weer strijden. Weer de strijdenmodus aan. Oh, wat een aanval vanaf de aftrap. Goed jongen, goed teruggevochten. En dan Jansen. Jongen, jongen, jongen. Wat schiet hij hem weer matig in, hé. Het lijkt alsof die Janssen's hele team of the season kwaliteiten kwijt is. Dat ik gewoon hier met een normale Janssen zit te spelen de hele tijd. Het is echt niet normaal hoe zwak die alles inschiet. Dat kan toch niet? Ik snap er helemaal niks van. Goed, jongen. Praatje. Ai. Ai, ai, ai. Dankjewel jongens. Dankjewel voor de support. Ik moet strijden inderdaad. Ik kan het. We verdienen het gewoon jongens. Jullie en ik. We verdienen het om deze te winnen. Praat. Uitstekend. Wat een slappe hap. Meelopen, Dixie en TT. TT, meelopen. Kom op, jongen. What the fuck? Dit is echt nog weer een goede redding van Rome ook ineens, hè, jongens. Zien jullie het? Dus eigenlijk mag ik niks zeggen over Rome, want die pakt hier toch juist ook wel weer 2 ballen eruit. Of je denkt van, nou, niet slecht. Oké, okay, Ayu. Paraplu. Nee. Bagger. Bagger. Praat. Oh, eindelijk een keertje geluk. Dennis Praat. Ik wilde natuurlijk naar de lange hoek schieten. Jullie zagen het ook. Maar het schot van richting verandert. En schiet dan geplaatst. Maar poei gewoon zonder één. Agario zegt het eigenlijk net. Oké, gelukkig. Die karma is weer een beetje onze kant op. Dat scheelt. En nu ga ik het gewoon helemaal dichtgooien. Parkeer de bus. Jullie weten het. Jullie kennen me. Ik doe dat niet vaak.
Maar ik wil deze pot zo graag winnen. Ik wil gewoon niks meer weggeven. We gaan gewoon lekker lang in balbezit blijven. Is de bedoeling tenminste. Gelukkig, dat gaat goed. Perfect, jongens. Perfect. Nee, niet hem. Oeh, hij had hem ook niet verwacht. Gelukkig. Doe maar, Brenet. Ga maar een keertje lopen, jongen. Op de scooter mag ook. In bal zit gebleven, een vrije trap. Prima. Vasthouden nu, inderdaad. Is toch vet. Met een Eredivisie team verslaan een Premier League team in divisie 1. Is toch vet. Prima. Prima. Kijk, het mooie is aan Brenet. Hij is natuurlijk niet zo goed, maar niemand is bijna sneller dan Brenet. Die gast is echt vreselijk snel. Dus ik kan gewoon even lekker zo de hoek in sprinten. Even nog wat beukjes uitdelen. Dankjewel. Weer wat tijd gepakt. Kom maar. Uitstekend. Cornertje. We gaan gewoon even een beetje vies spelen nu. Heel eventjes. Mag het ook een keertje, jongens? Want hebben we een pech gehad tot nu toe. We gaan gewoon één keertje vies spelen. Hop. Oké, toch nog bal kwijt. 3 minuten blessure. Hij heeft nog 1 kans, denk ik. 1 aanval. Deze moet er dan in. Als hij nog gelijk wil maken, moet hij deze aanval maken. En dat doet hij niet. En dus is het denk ik wel zo'n beetje klaar. Praatje, hakje. Oh, niet die bal verliezen. Domkoen. Maar, oh, daar is die. Gelukkig, jongens. Eindelijk. Eindelijk is de winst binnen. Dankjewel voor jullie steun. Dankjewel. Super Jasper dat je de strijder bent gekocht. Je bent nu een echte strijder. Je hoort bij Team Strijder. En dit Team Strijder in Ultimate Team heeft zijn eerste overwinning in Divisie 1 eindelijk te pakken. Oh, wat was dit even lekker. Weer zoveel kansen. Kijk dan. Jemig. En daar staat nog Koning FIFA. Ik weet het jongens. Dat is heel veel gedoe om het aan te passen. Maar abonneer je natuurlijk op dit kanaal als je het nog niet hebt gedaan. We gaan door. Nog maar 4 potten winnen. 4 van de 6. Dan hebben we divisie 1 overleefd. En misschien, als jullie dat leuk vinden, kunnen we dan later nog een livestream doen. Ergens volgende week of zo. Nog net voordat FIFA 17 echt uit is. Dat we nog een livestream gaan doen. Om dan alsnog divisie 1 te winnen. We kunnen dat gaan doen. Maar dan moet ik natuurlijk eerst nog eventjes hier wel even divisie 1 overleven. Iedereen zit me helemaal stuk. Dus ik ga weer even zo'n teamtrainingje kopen. Ja, vind je dat lachen? Oké, top. Leuk om te horen, jongens. Leuk om te horen. We gaan even deze... Oh, dan moet ik tot 600 doen, natuurlijk. Hartstikke idee. Wat denk je nou? Oh, hier. 1600. Nou, even niet overbieden, alsjeblieft, jongens. Oh, moeten we 30 seconden wachten. 30 seconden voor de... Nou, dan kan ik weer even naar jullie reacties kijken. Niels, natuurlijk. Lekker raccoon. Nog een luisteraar zegt Lars. Ja, doe nog één. Oké, super, jongens. Dat ga ik zeker doen. Timo, dankjewel. Ik ga inderdaad Maher erin zetten. En Kun Aguero, Tim, komt morgen. Ik weet dat eigenlijk City vandaag speelt. Maar ze spelen op dit moment. En op dit moment zitten wij in de livestream. Dus de Kun Aguero aflevering komt morgen. Isa, tot de volgende. Leuk dat je er was. En misschien dat je nog terug gaat kijken. Mijn batterijniveau is laag. Oké, nou, dan knal het kabeltje er even in. Groningen gezien. Jazeker heb ik Groningen gezien. Zeker heb ik gezien. Het was heel overtuigend. En wat was die Idrissi goed, hè? Echt heel knap. Nu heb ik natuurlijk nog niet. Hoogste bieder, ja. Geef nou maar. Dank je. Top. We hebben weer energie. Hebben jullie nog energie? We gaan door. Ik zou Nouri erin zetten. Hij is strijder, zegt Julia. We gaan beginnen met Maher. Maar als Maher slecht speelt, gooien we Nouri erin, Julia. Oké? Okay? Beloofd. Ik speel geen Pokémon, sorry. En dankjewel Tim voor het complimentje. Mees mijnt, maar wat vond je van Feyenoord? Ik vond Feyenoord heel goed tegen United. Hebben ze heel goed gedaan. Dat was heel mooi om te zien. Dus nee, petje af. Echt fantastisch voor ze. Dit is top. Maher erin. Dit is onze beste selectie. Hiermee gaan we doen. Jansen op 10. Ik denk wel, dat ga ik wel over doen. Dat vind ik nou helemaal gewoon fijner. Ik ga dan in de wedstrijd meteen even Lukaku en Jansen omwisselen. Dat wordt de nieuwe tactiek. Sander, jammer dat je hebt verloren, jongen. En Stijn, leuk dat je altijd energie hebt om naar deze stream te kijken. Ajax vond ik eigenlijk niet eens zo heel goed spelen. Maar ze hebben gewonnen, dat is het belangrijkste. En heel blij mee natuurlijk. Ah, Centro Espanyol zegt, ik ga nu gelijk met jou op start drukken. Dat is, dat is wel lachen. Je zit ook in divisie 1. Ja, het zou kunnen dat je dan tegen me komt natuurlijk. Dit is een redelijk Bundesliga team. Redelijk zeg ik, omdat het geen hele bijzondere special cards zijn. En die verdediging vind ik vooral niet zo heel goed. Maar deze aanval moet je natuurlijk altijd wel een beetje in de gaten houden. Dus
We gaan weer een tikkeltje defensief beginnen. Eén tikje naar links met de pijltjes toetsen. En wat ik al zei, ik ga dus Lukaku en Jansen even omwisselen. Even nog naar de statistiekjes kijken van beide. Ja, Lukaku is wel sneller. Dat wel. Controle, even kijken. Balbeheersing moet je hebben, kijk. Ja, eigenlijk is Jansen de betere nummer 10, zou je zeggen. Toch voelt het fijner om Jansen in de spits te hebben. We gaan het zo doen. En als het toch niet, niet lekker loopt, dan draaien we het weer op. Maar ik denk dat dit toch het fijnst is. Maar eigenlijk voetballend is Jansen beter dan Lukaku. Tenminste, deze kaart van Jansen. Dus je zou eigenlijk zeggen dat je dan beter Jansen op nummer 10 kan hebben dan Lukaku. Maar goed. En Lukaku is juist weer iets sneller, dus je kunt weer beter de diepte insturen dan Jansen. Maar goed. Allemaal een beetje koffiedik kijken, zoals we dat noemen. En dit is lekker. Dit is lekker. Henriksen nota bene. Maar ik heb Henriksen nog geen één keer gezien eigenlijk. Hij valt totaal niet op. Dan merk je toch echt wat verschil tussen divisie 3-2 en nu dus divisie 1. Want dat is echt... Ja, kwam Henriksen gewoon heel vaak in scoringspositie. Kon ik gewoon lekker met het hele team aanvallen. En nu moet ik blij zijn als ik... dit is ook wel echt matig. Doe dat nou niet. Als ik met een paar man voorin zit. Slecht. Kom op, jongen. Je speelt nu niet goed. Even de strijdermodus aan. Brenet. Even vol doortrekken om Mkhitaryan team of the season bij te houden. Top. Goed verdedigd. Het is geen penalty scheids. Hou op! Dit was toch geen penalty, jongens? Ach, jongen. Het is ook gewoon echt al de derde penalty die we tegenkrijgen. Het is gewoon... komt alleen maar... dat die spelers gewoon net te matig zijn. Ah! Meteen achter. Dramatisch. Dit was toch geen pingel? Ik wist dat hij buitenom ging. Ik verdedig op buitenom. Maar goed, we hebben nog tijd zat. Niet zo janken, Koen. Gewoon door. Strijden. Voor jullie. Voor mijn strijders. Ik wil jullie natuurlijk die tweede livestream geven. Want dan moeten we wel overleven in divisie 1. Scheids, het is een overtreding. Ja, ik kan het wel één keer gaan nemen. Dat gaat er niet. Ik zie hem dat gewoon niet in. Ik zie hem er echt niet in knallen. Dit ging wel goed gaan. Oeh, goede redding zeg. Op dat schot van Luc de Jong. Dit is goed. Tweede paal, net niet. Lekker TT. Nog een keertje. Nee, dat zit er niet in. En dan zijn we nu ook meteen wel een beetje weg. Boys, kom op jongens. Nu weer terug. We zijn aan het gat. Erin, uitstekend. Goed verdedigd door Brenet. Is een foutje, dat is wel heel overdreven om te zeggen dat hij een foutje goed heeft gemaakt. Maar... is goed gespeeld. Jansen is weg zelfs. Hij stapt verkeerd in, denk ik. Jansen naar zijn linker. Jansen toch buitenom, ja? Wat een lekkere actie zeg. En dan toch weer net niet, hè. Toch weer allemaal net niet. Ja, nee, dit weten we. Dankjewel voor die statistiek. Echt ontzettend interessant. Kom aan, Koen, zegt Karel. Dankjewel, jongens. Dankjewel. Praat uitstekend. Stekende dribbel. Maar hoe nu verder? Nou zo. Scheids weer een overtreding. Oké, we gaan het nu gewoon iets anders doen. Omdat we nu al één vrije trap hebben gehad, is het nu niet heel voorspelbaar als ik deze variant doe. Wil je de paal neerleggen? Jammer. Kom op. Hou die focus. Jawel, schijnt dat je geen overtreding geeft. Oh, ik mag niet schreeuwen, maar... oh, wat een lekkere goal. Hoho. Het zit een keertje mee. Man. Eindelijk heeft die Jans het vizier een beetje op scherp staan, zeg. Maar wat een doelpunt. Ja, wereldgoal, inderdaad. Dankjewel, jongens. Holy shit. Hele lekkere goal. Eindelijk, zeg. Nou, kom op. Gaan we deze potten gewoon weer winnen? 6 punten uit de laatste twee duels. Dat zou lekker zijn. Gutsen naar Aubameyang. Terug naar Gutsen. Dit is goed gedaan van hem. Oké, chill. Dit was eindelijk even een positieve minuut. Een positieve minuut waarin het even twee keer mee zit. Dat is echt ongekend tijdens deze livestream. Dat was echt nog niet vaak gebeurd. Kom op, 4 tegen 4. Dit moet uitspelen zijn, ook met deze spelers. Die staat buiten spel, dankjewel. Dankjewel. Sterk gebleven, de jongen, uitstekend. Ah.
Top. DT. Ook goed. Stekend zelfs. Helemaal buiten omgeven. Tuurlijk. Daar is hij weer de hoek in. Brenet, ga maar gewoon buitenom. We moeten wat. Goed verdedigd. En als Brenet weg is, moeten we het gat daar links achterin even opvullen. Praat. Heel goed gedaan. Heel goed gedaan. En dan zit wel overtreding weer. Ja, bedankt. Ja, nu verwacht hij het, maar dat is toch echt moeilijk te verdedigen. Dat is heel moeilijk te verdedigen. Ja, pingel! Eindelijk hebben we hem een keertje mee. Dat is het leuke. Kijk, mensen weten van Lukaku dat hij links is. Dus verwachten nooit dat je dan op dat moment nog naar zijn rechterbeen gaat. Nou, De Jong. Bewijs even je klasse. Oh nee, ik moet niet naar De Jong gaan nemen, want bij PSV mist hij alles. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Ik ga hier geen woorden aan vuil maken. We gaan gewoon lekker door alsof er niks gebeurd is. Hij miste niet alleen bij PSV, maar hij miste ook gewoon hier voor mij. Luc de Jong, neem alsjeblieft nooit meer in je leven een penalty, oké? Okay? Oh my gosh. Slecht, ja, het is goed. De enige kans om die te pakken is om precies daar te gaan staan. Als je gaat duiken, heb je die bal vrijwel nooit. Mensen duiken niet naar beneden namelijk. Maar goed, dat is even een tipje van mij. Die had ik al kunnen geven. Misschien wel moeten geven. Ah, dit is even lastig. Man, daar. Aubameyang met beugels, Dijkje. Ik ben niet zo gay, man. Is dit echt een overtreding, ja? Nog geel. Ah, joh. Wat gaat er gebeuren? Ook een variantje, of niet? Ja. Oeh! Goeie vrije trap. Pjoe. Oké, nou Luc de Jong. Die mag hem toch wel winnen, zou je zeggen? Nee. Juist de Jong. Juist. Zonde. Zonde. Voor de mensen die later ingeschakeld en nu kijken. Dit is de vijfde wedstrijd in divisie 1. De eerste drie verloor ik er. En vraag maar aan de mensen die nu ook aan het kijken zijn. Het was echt niet allemaal even verdiend. Maar ja, we hebben ze wel verloren. En dus kunnen we de competitietitel al niet meer pakken. Die is al onmogelijk binnen te halen. Wat nog wel kan, is dat we in elk geval ons handhaven in divisie 1. En dan zou het toch heel lekker zijn als we deze pot nog even winnen. Dus wish me luck. Piept. Oh ja hoor. Het is weer rust. Wie scheldt er met kanker, jongens? Dat is niet de bedoeling. Wie doet dat? Mauro? Sorry jongen, ik moet je blokkeren. Dat is echt niet de bedoeling hier in mijn livestreams. En Mika Roeven, ik zou zeker op jullie reageren. Dat doe ik nu dus ook. Gedaan. Joris de Vaal, leuk dat je kijkt, jongen. Vaste kijker. Praat in vorm kopen. Ja, ik heb niet zo heel veel muntjes daarvoor, jongens. Ik moet zo even water hebben. Toch kras op bek krijg je van al het praten. Van al het Dennis praten. Lars Veldwijk, daar begonnen we mee. Met Lars Veldwijk. Het is lastig in divisie 1, jongens. Ik ga mijn petje eventjes achterover zetten. Beetje hoofdpijn hier. Lekker drinken, ja. Jan-Dirk Maaien, leuk dat je ook alvast te kijken bent. Heel leuk dat je erbij bent. Super dat jullie allemaal kijken, jongens. Let's go, deze vijfde pot. Het is belangrijk dat we deze winnen. Dit is geen overtreding, toch, scheids? Dankjewel. Oh! Ho! Nou, Jansen, voor één keer even een kans afmaken. Yes. Top. Gino van Schagen, ook leuk dat je kijkt. Ik hoor meer kijkers hebben. Ja, dat komt wel goed, jongens. Geen zorgen. Ik vind het ook leuk om het voor jullie te doen. Het maakt mij niet uit.
vind het leuk om dit te doen en leuk dat jullie het leuk vinden om te zien. Dus daar gaat het om. Maar natuurlijk, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Zoals ze dan zeggen. Schmelzer. Schmelzer. Goed hoor. Goed gevoetbald daar aan de rechterkant en ligt in het midden open. En nu helemaal rechts. Oh, wat een goede aanval is dit. Jansen kiest de diepte. Moet ik hem geven? Ik twijfelde. Ja, toch een foute keuze, denk ik. Maar ja, soms moet je ook even wat proberen. We staan voor, jongens, in deze vijfde pot. Het zou echt lekker zijn dat we nu twee potten op rij even winnen. We hebben het ook echt, echt nodig. En jullie weten het, of de mensen die laatst zijn ingeschakeld weten het niet. Maar als we divisie 1 overleven, dan komt er dus gewoon volgende week een nieuwe livestream waarin we nog een keer divisie 1 gaan doen. En dan proberen de titel te pakken. Dus, jullie weten het, jongens. Geen penalty scheids, doe even normaal. Oké, dankjewel. Het zou heel veel van het goede zijn. En goede aanvallen, lekker tikken. Stekend. Sterk blijven, de jong. Sterk blijven. Hij blijft niet sterk, maar oké. Okay. Blijven wel in bal bezitten en daar gaat het eigenlijk vooral om. Raad. Uitstekend. Maar herdomme aanname, hoe kan dat nou? Je bent toch gewoon 76 en een goede voetballer? Zo'n dramatische aanname. Jansen, perfecte lange bal en goed vastgehouden. Lukaku, geef het maar overheen. Ja, ook dat gaat goed. Ho, oh, flash. Met de dragback en dan is de ingooi voor ons. Oh. Oké. Okay. Deze pot ga ik echt niet weggeven. Geen kans. Lukaku lange hoek. Oeh, wat scheelt dit? Dat zijn echt de standaard schoten bij FIFA 16. Arne Dussard, leuk dat je er bent. En Tim Peters, ja jongens, echt, jullie zijn allemaal super. Luc van den Berg, leuk voor je. Oké, dankjewel jongen. JP VDK zegt, ik heb nog nooit zo'n saai FIFA gespeeld als FIFA 16. Is dat zo? Oké. Okay. Dat is balen, dat je er niet echt van hebt kunnen genieten. Ik hoop voor je dat FIFA 17 leuker wordt. Ik vind de vooruitzichten in elk geval heel positief van FIFA 17. Ik vind het lekker spelen. Het ziet er vreselijk mooi uit. En ja. Ik heb er wel zin in eigenlijk. Jansen, sterk. Overtreding dan toch scheids. Wat is dat nou? Hoe kan dat nou? Toch heb ik het gevoel dat zo'n kaart ook niet altijd weer heel veel uitmaakt of zo. Ik heb nog niet... Kijk, Jansen is toch 84 en vreselijk sterk. En dan verliest hij het zo makkelijk van zo'n Socrates of zo. Wie heeft hij daar lopen? Oh, lekker voorzetje. Maar... Weer een slechte adem van Maher. Zien jullie dit? Heel raar. Terwijl hij gewoon echt goed is. Ah, jongen. Goeie aanval. Ah, nee. Twee man heb ik hem toch. Jans is een beer, zegt Luc van den Berg. Ja, nee, dat is hij zeker. Dat is hij zeker. Kom op, dit gaan we niet weggeven. Een kwartiertje nog maar. Oh, goede beweging, zeg. Oh, wat een goede goal. Oh, mijn god. Koen, hoe kan je dit gebeuren? De Berbaspin was goed, maar... Wauw, ja, dit is... Oh, en dan schiet hij nu nog in ook. Bizarre goal, hoor. Hele bizarre goal. Oeh! Was er weer op randje 16, scheids. Even dat je het weet. Jong! Wat een prutschot. Niet te geloven. Niet te geloven. Oh. We gaan even aanvallend spelen, jongens. De laatste 10 minuten. We doen het gewoon. We gaan gewoon voor die winst. Gelijk spel hebben we niet zoveel aan. Renetje. Kom er overheen, jongen. Kom er overheen. Ja, ja, als je er overheen komt en je verliest de bal, dan is het alleen maar gevaarlijk, hoor. Oké. Okay. Juist.
Ja, 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 ja. Scheids! Terugleggen dan! Oh! Dit was de kans. Prima. Oh, wat doet hij? Ja! Tuurlijk, dan maak ik hem gewoon af. Wat doet hij? Ja, ik heb ook, misschien hebben jullie het filmpje met Oranje 120 gezien. Ik maakte toen eigenlijk ook een beetje zo'n fout. Dat je die bal krijgt, dat je hem eigenlijk nog één keer aanneemt, terwijl je dat gewoon niet moet doen. Oh, wat een fout. Wat lekker dit. Wat een lekker moment. En laten we eerlijk zijn, het is verdiend. De 2-2 was echt een mooi doelpunt, heb ik ook eerlijk gezegd. Maar over de hele wedstrijd is het gewoon heel verdiend dat wij hier 3-2 voor staan. Oh, lekker zeg. Deze wedstrijd zat uiteindelijk even mee eigenlijk, hè jongens. Met het afstandsschotsgoaltje van Jansen. Wel een penalty gemist dan weer, maar ja. Yo, Jansen 4-2. Lekker, punten binnen in de tas. Luc van den Berg zegt, Koentje, zit je op voetbal? Ik zit op voetbal. Nou ja, ik speel zaalvoetbal op woensdag elke keer. Als je me op Instagram volgt, dan ja, had je het kunnen weten. Volg me maar op Instagram, jongens, op Snapchat. Allemaal gewoon Koen Weiland. En op Facebook natuurlijk. Als je op al die dingen gewoon Koen Weiland zoekt, dan vind je me. Lukaku. 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 5-2 zelfs. Nou. 3 keer in 5 minuten gescoord, volgens mij. Lekker zeg. Lekker zeg. Goed, dat is wel even lekker, jongens. We hebben nu 6 punten uit 5 duels. Als het in de tweede helft van de divisie 1 maar ietsjes beter gaat, dat wil zeggen 3 van de 5 winnen, dan overleven we divisie 1 al. Dus, en dan hebben we het echt niet zo slecht gedaan. Hè. Kijk even naar ons team. Jongens, ik ben heel veel water halen. Als er mensen vragen stellen van waarom is die er niet? Ik ben even water halen. Ik ben met 1 minuut terug. Joe, dank je. Zo strijders ben ik weer. Vol goede moed. En met een glaasje water. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Kom ik poepen? Nee, dat gelukkig niet. Anders was ik wel even wat langer weg geweest. Dan had ik even goed de tijd moeten nemen. Maar ja, dat kan niet als je aan het streamen bent. Kijk eens even. Weer gewoon meer kansen. Tweede pot. Dit zijn nog steeds hele nare cijfers. Ik heb er echt een schurfhekel aan. 3 keer verliezen op rij. Dat is echt... Dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar... Laten we wel wezen. 2 pot op rij nu gewonnen met dit team in divisie 1. Dat is toch ook weer helemaal niet slecht. Dus, op ramkoers jongens. We gaan op deze manier door. Laten we ervoor gaan. Gewoon om 5 op rij te winnen. Hop. Ik moet eventjes een app sturen. Maar ondertussen is dat ding toch aan het laden. Valley FC. Ik ben benieuwd naar zijn team. Atletico Madrid. Goed jongens, we gaan. We gaan. Vamos. Dit is wedstrijd nummer 6, voor de mensen die laatst zijn ingeschakeld. Wedstrijd nummer 6. En we hebben ook 6 punten. En inderdaad, dat is best wel matig. Dat is best wel matig. Maar ja. Lekker zeg. Lekker zeg. Lekker zeg. Maar met dit team moet ik gewoon een beetje in mijn achterhoofd houden dat ik niet heel ontevreden moet zijn in divisie 1. Dat ik het zo doe. Natuurlijk wil je het liefst alles winnen. Ik heb helemaal niet goed naar zijn team gekeken.
Dat is misschien maar beter ook, want ik zie hier al Isco lopen. Oké. Griezmann. Oké, ik heb gelukkig geen idee of het team of de season kaart. Jullie hebben het scherm gezien. Ik was heel veel met iets anders bezig. Vertel het me jongens, wat voor kaarten heeft hij? Kom aan, Dix. Lukaku, goede actie! Oeh, De Gea. Allemaal gouden? Oké, top. Dankjewel jongens, bedankt. Jullie zijn echt strijders. Jullie helpen me echt op alle fronten. Ik moest even een appje versturen. Ja, jullie kennen het. Ja, ik ben zo lang al aan het spelen. Er zijn ook mensen die heel even iets moeten weten, bijvoorbeeld voor vanavond, hoe we het gaan doen met een bepaalde verjaardag. En Jansen, oeh, la 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 la. Het wordt hier 3 keer onderuit gehaald en dan ga ik even fluiten. Iedereen blijft ook echt lekker liggen. Sta eens even op jongens, hé. Oké, dit is prima. Dat is dan toch lekker als je Brenet hebt. Raad. Kijk, ik denk dat ik er ook even iets beter in ben gekomen. Ik had ook niet echt warm gespeeld eigenlijk voordat ik hiermee begon. Jansen, sterk alsjeblieft, man. Iets sterker. Dus alleen maar die bal een beetje tussen. Even vast te houden. Zonde. Het was iemand bij de tweede paal helemaal vrij. Luc de Jong uiteraard was dat. Dan was het gewoon 1-0 geweest. Jansen. Ai. Zo. Hij zet echt nul druk. En waarom weet ik niet. Oeh, ik weet wel dat het bijna 1-0 was. Gameforce. Wat is Arne, wat is, wanneer is dat Gameforce? Vertel dat me even. Arne Dussard. Of Dussard, ik weet het ook niet. Henriksen. Goed. Ik heb het gevoel dat ik deze kan hebben, jongens. Wat voelen jullie? Kijk eens. Oh, toch buitenspel? Nou, randje dan, hoor. Echt randje. Ik denk dat ik zeker naar de YouTube Gathering ga volgend jaar, Mika. Dus dan zie ik je daar. Dat is ook ergens. Wanneer is het ook alweer? In mei of zo, hè? Oh, wat doe ik? Oh, dit is echt heel slecht. Het risico mag ik nooit nemen. Ai, ai, ai. Nu mogen jullie even op me haten, jongens. Nu mogen jullie even op me haten. Dit was echt veel te arrogant van mij om hier eventjes een fake shotje te doen. Oh, wat arrogant. En dus moeten we wikkelen, strijden, om dit om te draaien. Want wat een fout is dit. Dit mogen jullie niet zien van mij. Hoeven jullie niet van mij te verwachten natuurlijk, dat ik dit soort dingetjes doe. Lukaku! Oeh, dan maak ik het meteen goed. Ja, inderdaad, ik moet een keer afdrukken, ja. Ik moet een keertje gewoon die kansen afmaken. Maar ja, je moet niet vergeten dat die keepers van mijn tegenstanders gewoon allemaal echt veel beter zijn dan Eloy Room. Waardoor bijna alle kansen die ik tegenkrijg erin gaan. En allesom gewoon niet. René, dat is uitstekend. Jammer. Ook jammer. Ik wist dat hij daarheen ging. Oké. Oké. Kom op jongens. Gewoon doorvlammen. De Jong. Dit is prima. Loop even slim weg dan, Henriksen. Waarom loop je niet gewoon een keertje goed in? Moet ik het weer met alleen maar De Jong doen. Lukaku. Korte hoek. Gewoon vlammen. Keepertje. Balen. Carvajal. Ik zet eens even een muziekje aan hier op de achtergrond jongens. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen horen, maar... Oh, en het is een beetje op, dat zou ook wel fijn zijn. Zeg maar of jullie het fijn vinden. Ik ga jullie rechts wel even checken. Misschien vind ik het wel fijn. Ik
heb expres eventjes No Copyright Music opgezocht. Dus... Maar dan heb je gewoon even lekker iets van geluid. Je moet niet even praten, het is geen bug. Oh, zonde, laat hier gewoon langs knippen. Oeh, jammer. Oké, zo beter jongens. Ik zal geen muziek dan doen. Ik denk, ik test het even. Misschien vinden jullie het lekker. Ik heb het ook wel eens als reactie namelijk juist gezien bij een livestream van doe even muziekje op de achtergrond. Maar... Jansen, eindelijk 1-1. Kom aan. Zo verdiend. Weer heel veel kansen gehad. Dat is niet normaal. Vincent Jansen. Goede beweging. Goed naar zijn linkerbeen. Dat R2, L2 dribbelen. Dus met die twee triggers. Ik heb het gevoel dat dat heel erg sterk gaat zijn in FIFA 17. Dus let daarop jongens. Echt het gevoel dat dat heel sterk gaat zijn. Als je alle trucjes van het spel wil weten. Check even die video op mijn kanaal. Hè. Ik heb een video geüpload. In heel veel talen, maar ook in het Nederlands en in het Engels. Waarin ik alle trucjes uitleg. Ik ga de knoppen zien. En van heel veel van die trucjes ga ik daarna ook nog uitleggen hoe je het best kunt gebruiken. Dan heb ik met één trucje al gedaan, niet echt een trucje. Maar met de driven shot, een nieuwe manier van schieten in FIFA 17. Check die sowieso eventjes. Als je goed wil worden in FIFA 17, moet je echt checken. Terwijl hier de jongen al even 1-2-1 mag maken. En dat doet hij ook. Heerlijk. We zijn goed bezig. We zijn helemaal op stoom gekomen na dat slechte begin. Voor de volgende keer. Jammer dat je vandoor moet, Tim Peters. Leuk dat je er was. Ik zal de muziek nu wel helemaal uitzetten, jongens. Maar voor de volgende keer weet ik in elk geval dat ik even een paar potjes warm ga spelen met dit team. Voordat we echt met divisie 1 gaan beginnen. Want het kan geen toeval zijn dat ik de eerste 3 potten heb verloren en daarna juist 3 keer heb gewonnen. Dus. En we zijn veel beter zien dan het enige doelpunt kwam uit die domme blunder van mij. Of was het een ander schot? Oh nee, het doelpunt was geen schot, denk ik. Maar dan nog. Lekker, weer 2 goals in 2 minuten. Nou, in die vorige pot ook al 3 goals in 5 minuten op het eind. Sowieso soms het gevoel dat je in de laatste 5 minuten, als je dan schiet, dat het veel vaker een doelpunt oplevert. Dat ze dat expres hebben gedaan of zo, een beetje voor het spektakel. Ik heb het gevoel dat ik echt relatief vaak score in de 45e minuut of in de 90e minuut. Of juist iets tegenkrijg. Jansen. Hij staat nu natuurlijk nog op 10. Maar hij doet het goed daar. Misschien moet hij hem daar toch maar gewoon laten staan. Koke. Oh. Dat was eventjes een slechte manier van uitverdedigen. Maar het overleven denk ik wel weer. Oh, dit is wel heel matig. Uitstekend. Zulke slidings zijn zo sterk. Uitstekende aanval zeg. Oh, hij is helemaal weg zelfs. De Jong. Dan verwachten ze nooit dat je zelf gaat. Ah, maak hem dan af, jochie. Hey, Bassie, ben je er weer, jongen? Lekker. Lachen dat je er bent. Lachen dat je er bent. Ik zie alleen oké als reactie van jou. Bassie. Hey, Bassie, zullen we vertellen over ons co-op ideetje dan? Wat jij, vertel jij het eens even? Lukaku? Nee. No. Nee. Gewoon wat een aanval en dan de goal! Nee. Weer is een gemiste kans. Ik heb zoveel kansen gemist, jongens. In deze hele livestream is echt niet normaal hoeveel kansen ik heb gemist. Moet ik eigenlijk even op een rijtje zetten. Oef. Praat, kan die vijf trappen nemen? Gaan we nu achterkomen. Oh, boom! Ziek! Als ik dat had geweten, had ik er al veel meer gewoon direct met hem genomen. Als hij dat hij echt zo goed kan nemen. Lekker vrije trapje, zeg. Lekkere curve, perfect in de hoek. Top. En dus, 3-1. En dan gaan we deze wedstrijd gewoon weer winnen. En dan komen we op 9 punten uit 6 duels. Bassie, ik weet het, is matig. 9 punten uit 6 duels.
Dan zijn we in elk geval wel heel goed op koers om in elk geval in divisie 1 te blijven. Dus dan kunnen jullie ergens in de komende week weer een livestream verwachten. Laat me straks gewoon weer even weten als deze video online staat. Dus niet nu, maar straks als de video online staat. Laat me dan even in zo'n reactie weten welke dag je het liefst hebt dat die nieuwe livestream is. Dan hou ik daar gewoon rekening mee. Ik ga dit niet in het Frans en Duits en het Spaans doen. Nee, Basie. Nee, dat ga ik niet doen. Zonde. Yes, man. Ja, jongens, we kunnen ons opmaken voor de zevende pot. Haal lekker wat te eten, wat te drinken. Want deze pot is wel gespeeld. Dat beloof ik jullie. Als het net arrogant was met Rome, dan is het helemaal arrogant natuurlijk. Maar ja, hij pakt me ook gewoon niet aan. Die gast is denk ik ook wel een van de matigste tegenstanders die we tot nu toe hebben gehad deze livestream. De jong, uitstekend. Een dragback. Nee. Hey, de eerste wedstrijd van vandaag begint natuurlijk alweer bijna om 6:45. Welke is het vandaag? De eerste. Oeh, la 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 la. Goed, jongens. Haha, prank, zegt Bassie. Bassie. Wanneer kom je weer langs dan? Baasje. Heb je FIFA 17 al een beetje gespeeld eigenlijk? Praat is zeker een Leuvenboy. Heb je me gelijk in Arne Duzart? Oh, is die. Is dat in België misschien? Dat van jullie. Waar je het over had. Die Gameforce. Is dat in België, Arne? Bassie, wil je les, ja? Wil je echt alweer les? Is goed, jongen. Ik. Ik geef alleen nooit les in het weekend, hè? Dan ben ik vrij. Valt buiten docenturen. Ik geef alleen gewoon les aan jou de hele week door. Hoe ging het de vorige keer ook alweer? Welk team was ik ook alweer, Bas? Ik weet het even oprecht niet meer. Was het nou Lazio? Nee, ik was nog een slechter team, of niet? Oh ja, ik was Sampdoria. Sampdoria, wie heeft het gezien, jongens? Laat even weten in de reacties nu als je... Leuven is een stad, Jan-Dirk, in België. Daar komt Praat vandaan. Wie heeft die video gezien, jongens, met Bassie? Waarin ik... Sampdoria was met Daily Blind in de spits. Wie heeft dat gezien? Die moet je alles sowieso checken. Lucky Sampdoria, zegt hij. Die is zo mooi. Die Bassie. Bassie. Beugelsdijk. Oef. Ja, het is een beetje even wachten tot de volgende pot eigenlijk. Maar dit is natuurlijk het saaiste. Als je al weet dat je hem hebt gewonnen. Eigenlijk saaier dan als je nog achter staat. Dan moet je ook van ontwikkelen. Daar gaat hij, Lucky. Oh, hoe kan hij er niet in, hè? Het is echt ongelooflijk. Ik vind Ivar, zeg maar je hoor. Je hoeft geen u te zeggen. Maar ik vind FIFA 17 heel vet. Van wat ik tot nu toe heb gespeeld, vind ik het echt een heel vet spel. Dit is heel slecht trouwens. Twente ADO is om 6:30. Oké, okay, dankjewel Marcel Attenveld. Dat wilde ik even weten inderdaad. Twente ADO. ADO is goed bezig. Zou wel lijp zijn als ze deze uitwedstrijd gewoon winnen. Oh, lekkere goal. Hendriksen. Nummertje 4. 4 tegen 1. En ja jongens. Zijn jullie al klaar? Ik kan geen strijderspet kopen, zegt Janiek. Waarom niet, Janiek? Wat gaat er mis? Vertel het me, dan kan ik je misschien helpen. Want als je er eentje wil, dan moet je hem zeker kunnen kopen. Want dan moet je gewoon Team Strijder kunnen joinen als je dat wilt. Natuurlijk. Top. Mij lijkt FIFA 17 beter, Lars de Man. Want het is de nieuwe berg. Ja, en Arne zegt Gameforce in België. Oké. Okay. Rick, ik zal zeker nog dat soort tutorials gaan maken van vrije trap en penalties. Die gaan er zeker komen. Ik moet nog eventjes wat regelen. En ondertussen start ik de volgende pot op. Hebben we nog een beetje conditie met z'n allen? Dat zou lekker zijn. Jawel. Dit is wel genoeg. Dit is wel genoeg. Even kijken.
Zo. Heb je al gegeten, jongens? Ik heb best wel honger. Ik heb echt zin om te eten, maar we moeten eerst nog eventjes twee potten winnen. Twee potten nog. Twee zegens hebben we nog nodig. En Sven Glazenburg, ik wil best op je reageren. Geen probleem. En Delier Cool. Dat was wat een mooie wedstrijd, hè? Feyenoord United. Dat was zeker een mooie wedstrijd. Heel vet om te zien. En daar is hij, zijn team. Lacazette, dat is een gevaarlijk spelertje hoor. Di Maria erachter, ook prima. En JBLK, had je meegedaan aan het beste FIFA-speler van Nederland? Nee. Ha, Julia's pizza hebben we zo bezorgd. Lekker zeg. Ik weet niet wat ik ga eten. Mika, jouw reactie, ik zie hem gewoon. Dus, haha, prank. Nou, goede, leuke, leuke prank. Oké, dit is allemaal goed. Top, top, top. Maar nee, dat had ik niet aan meegedaan, want ik heb het NK FIFA dit jaar gepresenteerd. Dus nee, heb ik niet aan meegedaan. Niet aan meegedaan. De winnaar was Ali, maatje van me. Die had gewonnen. Die is de huidige Nederlands kampioen. Goed. Oh. Praten. Dit is een kans hoor. Oh, lat. Je ziet dan als je zoveel ruimte hebt en je komt een schot, dan weet je gewoon bijna al dat hij erin gaat. Ja, misschien net iets te hard geschoten. Of het is te vroeg misschien wel, maar eerder iets te hard. Iets te lang ingehouden. Lukaku. Ach jongen toch. Die we tussendoor kunnen joh. Angel Di Maria. Barcelona is goed. Oké. Okay. Thanks man. Oh, vriendschapsverzoek. Aha. Het is echt een belangrijk potje, jongens. Beseffen jullie dat? We hebben nog vier potten in divisie 1 over. We hebben er zes gespeeld en we moeten er twee van winnen. We moeten zes punten halen. Nee, zeg ik dat goed? Vijf punten volgens mij. 14 punten hebben we nodig, toch? Ja, 14 punten hebben we nodig. Dus vijf punten in vier potten. Ah, hey, dat moet toch makkelijk te doen zijn. Maar niet als ik zo ga verdedigen. Maar als ik nu deze win, dan is het toch wel bijna zeker dat we dat gaan redden. Want we zitten er gewoon veel beter in dan op het begin. Ik verloor de eerste drie en daarna heb ik er drie gewonnen. Voor mensen die laatst zijn ingeschakeld, die zich afvragen hoe het gaat. We begonnen dus gewoon echt heel dramatisch en het zat ook niet mee. En mijn tegenstanders waren ook wel redelijk goed, denk ik. Gewoon van alles een beetje. En daardoor verloor ik de eerste drie potten in divisie 1 tijdens deze livestream. En daarna heb ik er drie gewonnen. Dus het is heel apart. We staan er nu niet heel slecht voor, maar de competitietitel, die kunnen we niet meer halen, helaas. Heel jammer. Had ik wel op gehoopt natuurlijk. En misschien zelfs wel een klein beetje op gerekend, omdat ik tot nu toe in elke divisie de divisietitel heb gepakt. Maar ja, oh, dat was een goede aanval. Misschien net, toch net te moeilijk. Maar Tweedy, Dix, niks aan de hand, scheids, toch? Dankjewel. Jansen, naar zijn linker, Jansen! Oh, Ruffier, wat een redding. Goedemorgen, hé. 101 bars, lyrics, ik wil je naam best zeggen. Dat wil ik best. DT. Oh, jongen, toch. Stelbaar. Of ik aan het volgende NK mee ga doen. Nou, die kans bestaat, maar weet ik nog niet, jongens. Dat duurt allemaal nog eventjes. Dus even afwachten nog. Juist, juist, De Jong. Ik zag het al dat hij dat ging doen. De Jong, nou, dan moet je hem ook afmaken. Dan moet je hem afmaken. En hij maakt hem af. Lekker, 1-0. En Badreddin El Hassani. Ik wil je naam zeker zeggen. Hassan ook wel. Tof dat jullie allemaal kijken, jongens. De hele stream al hebben we meer dan 100 kijkers. Dat is echt fantastisch. En deze hele livestream komt ook als hele video op het kanaal, hè? Dus je kunt alles terugzien. Elk potje, als je nog iets terug wil zien van de kansen, van de mooie goals, van alle gemiste kansen juist. Dan kan het allemaal. Deze video komt gewoon op het kanaal. Het zal wel echt een video worden van, nou, wat zal het zijn? Ik denk wel 2, 2,5 uur. Oeh, kans voor hem. Ah, dit was lekker afgemaakt door Luc de Jong. Kunnen we weer goed gebruiken. En dan lijkt het erop dat we de vierde pot achter elkaar al gaan winnen. Zo zonde van het begin. Lukaku. Oh, wat doet hij? Dat doet dat niet slim, maar hij raakt hem bijna weer kwijt. Terwijl hij hem gewoon in zijn verdediging heeft. Juist.
Jansen naar links. Ja, schitterende goal. Schitterend. Deze gozer moeten we gewoon helemaal kloppen. We zitten nu op 1 uur 48. Julia, je bent echt een toppertje. Je hebt me al van veel dingetjes, van veel informatie voorzien. Dankjewel daarvoor. 1 uur 48 zitten we toch wel weer lang te streamen, jongens. Dus dat betekent ook dat het al 5:15 is. Oh, het is alweer 6 uur. En dan zitten we al eigenlijk over 2 uur, denk ik. Ja, we zitten op 2 uur 7, Julia. Waarschijnlijk ben jij 1 uur 48 aan het kijken. We zitten op 2 uur 7 nu. Want om 4 uur precies begon ik. Oh, dit is dom. Dit is dom, Koen. Maar het loopt gelukkig goed af. Gelukkig, gelukkig. Ah, het is wel lekker dat we deze pot gewoon weer goed voorstaan. Vijfde de zegen moeten we straks nog gaan pakken. En dan is het klaar. Dan hebben we genoeg punten om te overleven in divisie 1. We hebben ook weer heel wat punten erbij, denk ik. Ik weet niet precies hoeveel. En dan gaan we volgende week gewoon die livestream van divisie 1 opnieuw doen. Zo, wat is dit dan? Ging er wel heel makkelijk in. Keeper deed niet eens wat, hè? Hoe schrijf je in bij het NK FIFA? Terrence Barzingerhorn. Ja, je kunt je gewoon inschrijven. Het NK wordt georganiseerd door voetbalprimeur.nl. En daar hebben ze dan gewoon een linkje op de site staan. Waardoor je in kunt schrijven voor het NK. Dus doe dat zeker. Dan kun je jezelf echt meten met de beste spelers van Nederland. En de beste 16 of beste 32. Die gingen precies. Die kwalificeren zich voor de finale dag op kantoor. Tenminste, zo ging het dit jaar. En dit is goed. Jansen, 3-1. Lekker. De marge is weer 2. Dat is helemaal top. Helemaal top. 3-1. Maar het is slecht, jongens. Oké, ja. Het zou kunnen. Als jullie het zeggen. Als jullie het zeggen. Niet in hun beste fase, inderdaad. Dat klopt. Maar goed, tegen Panathinaikos is toch maar weer mooi gewonnen. Dus daar gaat het natuurlijk om. Oh, deze gozer is niet zo goed, hoor. Ik snap niet wat hij in divisie 1 doet, eigenlijk. Hier, 4-1. Ga er maar vandoor. Ga maar gewoon even lekker rage quitten. Dat zou toch wel even leuk zijn in deze livestream. Want elke aflevering van deze FUT-serie was het zo dat er zoveel mensen rage quitten. Dit is denk ik de eerste aflevering dat er nog niemand heeft gequit. Best bijzonder. Ah, de enige is misschien wel heel blij, want we hebben echt heel veel afleveringen gemaakt. Oh, bijna, jongen. Hoe oud moet je zijn? Volgens mij zit er geen leeftijd aan verbonden, Terrence. Ik denk dat jij gewoon Ik denk dat jij gewoon mee kan doen. Volgens mij kan elke leeftijd meedoen. En heel veel online voorrondes eerst, dus En nee, de titel gaan we deze keer niet pakken nog, jongens. De eerste 3 ging het helemaal mis. We verloren ze alle 3. Ja, als je dit zo ziet. Dit is al de 4e pot op rij die we nu juist weer gaan winnen. Dan heb ik echt het gevoel dat het heel onnodig is geweest. En dat het tijdens de volgende livestream sowieso moet kunnen. Misschien moet ik er gewoon echt even inkomen. Dat ik gewoon, je doet het niet bewust, maar dat je toch nu even wat beter speelt. Dat ik toch even wat minder weggeef. Dat ik weer, ja, misschien het zelf ook wel. Dat je eerste potjes niet zo goed speelt. En ik kom natuurlijk meteen tegen vrij goede. Het is rust, 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 rust. I'm not good, zegt hij. Nee, dat klopt. Dat is, daar is geen woord aan gelogen. Ja, wat was het vet geweest als we die competitie toch wel hadden gepakt in deze livestream. Maar ja, toch is het ook al lekker om in elk geval divisie 1 te overleven. En dan maar de volgende keer. Dan ben ik ook tevreden. Als ik hem maar pak. Ik wil hem eigenlijk nog wel even pakken gewoon voordat FIFA 17 uit is. Even die FIFA 16 divisie 1 winnen met zo'n team. Dat zou toch fantastisch zijn. Maar oh, tussen de benen door, dat gaat goed. Ja, Hendricks, oh, jammer dat het paasje niet helemaal lekker ging. Heel erg jammer. Die Maria. Angel! Oké. Ik weet niet wat ik aan het doen ben, jongens. Het is weer zo'n pot dat je er eigenlijk al bent. Dat je eigenlijk niet meer hoeft. Huh. Oh. Kiepertje, waar ben je? Wow, wat is dit? 4-2. Uit het niets. Uit het niets, jongens. Dus 4-2. Maar, dit gaan we niet weggeven. Dit ga ik echt zeker niet weggeven.
Zijn jullie al lekker een beetje aan het eten, jongens? Het aantal kijkers is een beetje gedaald. Geen probleem. Ik vind het nog steeds vet dat jullie gewoon met 80 man naar mij zitten te kijken. Terwijl ik hier Divisie 1 zit te spelen. Hebben jullie al gegeten? Of misschien zitten jullie al met het bord op schoot. Dat kan ook. We zitten nu natuurlijk een beetje bijna rond de tijd. Dat morgen is die sport is. Praat met links. Oh my gosh. Wat een gemiste kansen. Absurd. Absurd. Regelsdijk, ik kom op noem maar alles. Maar dan zit het natuurlijk te snel. Oh, voorzitter is matig. En de aanname ook heel matig van Di Maria. Wat doet Jansen daar? Alsjeblieft, hè. De laatste zegt, kun je gewoon even wat serieus. Ga je ook tutorials uit 75 van die aangepaste instellingen met tactiek? Dat kan ik wel doen, ja. Dat kan ik wel doen. Als jij dat graag wilt. Ik denk dat ik nog heel veel tutorials erop ga zetten. Dus zeker weten dat het kan. Oh, het was bijna 4-3. Dat zou toch wat zijn, hè? Timo haalt iemand zien in Lukaku, zeg je maar. Ik hou het hier nog even bij met Lukaku. Dit is toch gewoon een prima inform Lukaku die we nu... Of nee, dit is niet inform die we hebben. Of wel? Ik weet het niet eens. Oh! Oh, 4-3. Ik moet even die focus terugpakken. Want dit gaat niet de goede kant op. Als we dit weggeven, dan ben ik echt... Als ik dit weggeef, dan ben ik echt een elskuiken. Dan verdien ik het ook niet eens. 4-1 voor. En dan, als je dat helemaal weggeeft... Schandalig zou dat zijn. Zijn de opstelling al bekend bij Twente ADO? Weet jullie dat, jongens? Je moet me nu toch even een beetje helpen. Ik kan er zelfs nu niet naar kijken. Oh, Lacazette is natuurlijk snel, maar dat geldt ook wel voor TT. En die is ook sterk, dus kijk eens even, wat een beest. Jansen naast. Maar de naam zijn is dat Koen je achternaam is gestrijden. Nee. Mijn achternaam staat gewoon op mijn kanaal, maar dat was waarschijnlijk een grapje van je. Inderdaad. Ik noem jullie mijn strijders, jongens. Jullie zijn mijn strijders. Oh. Lucky NL, ik wil je best even noemen in de stream. En de opstelling is bekend. Julia, kijk eens aan. Daar ben je weer. En wie spelen er? Oh, Lacazette, oh nee. Woe! Bijna 4-4. Doei, Badridin. Leuk dat je er was. Eet smakelijk. Neem een bordje van mij mee. Ik heb echt beginnen honger te krijgen. Van echt een lekker bord. Warm eten. Heerlijk. Oh, wat een aanval dit. Ah. Goed zeg, Henriksen. Stekend. Let's see, waar ga je heen? Nee? Prima. We gaan het ook niet meer weggeven. Dat kan ik me niet voorstellen. Die gast is helemaal niet zo goed. En toch is het dan schandalig dat ik dan drie tegenkomst krijg. Maar ja. Het is moeilijk om zo'n hele stream je concentratie te houden. Het is echt proef. Goeie aanname. Liefde. Precies, Terrence. Je hebt helemaal gelijk over wat betreft die inschrijving. Goed gezegd. Dat is inderdaad hoe het zit. Oei. Wat gaat er gebeuren, jongens, denk je? Gaan we overleven in Divisie 1? Dat zal toch wel. Als dit zo blijft, hebben we nog maar één overwinningje nodig. En dan zie ik jullie volgende week terug bij een nieuwe livestream van Divisie 1. En dan gaan we daarin gewoon die titel pakken, toch? Tuurlijk.
Natuurlijk gaan we de titel samen pakken. Met het team. Alleen maar spelers waar ik FIFA tegen heb gespeeld. Dat is toch wel echt vet. Dat is toch wel echt iets om trots op te zijn. Scheidsie. Niks aan de hand. Oké. Okay. Oké, dan moeten we nog uitkijken. Dix moet meelopen nu. Haha. Marsman van Lely, Andersen, Trajkovski, Klich, Jensen, Mokotjo, Jebal, Unawas, Inia. Dat valt niet mee. Dat zo hoort. Maar die Unal en Celine zijn allebei van City, of niet, jongens? Die Unal is in elk geval echt een goede speler. Joost de Vaal, thanks voor het vertrouwen, jongen. We hebben nu gewoon een vrije trapje. Gaan we weer praat laten nemen? Nee, dat doen we niet. Maar dit was ook niet echt een betere optie, eigenlijk. Het is afgelopen. Heerlijk. Dit is zegen nummer 4. Sander, goede grap. Dit is zegen nummer 4. Kijk eens, de score is hier 4-3. En dan gaan we hier naartoe. En dan is het ook 4-0-3. Superleuk. Maar we hebben nog 3 wedstrijden tijd voor 1 overwinning of 2 gelijke spelletjes. Want begonnen we slecht aan deze livestream. Echt super jammer. Het is nog steeds eigenlijk heel erg onnodig, want als je het zo ziet, we hebben 4 keer best easy nog gewonnen. Gewoon heel verdiend. En tijdens die eerste 3 potten hadden ze echt niet allemaal hoeven te verliezen. Eeuwig zonde, maar weet je, als ik nu deze pot win, kijk ik toch nog wel eigenlijk terug op een succesvolle livestream. Hoe zien jullie dat, jongens? Hamburg Redval, een Deutscher. Dit hopelijk is dit dan. Oh, hij heeft divisie 1 al een keer gewonnen. Interessant. Dan ben ik benieuwd naar zijn team. Valt mee. Valt mee. Valt heel erg mee. Kijken. We gaan beginnen, jongens. Als de contacten weer zijn bijgewerkt. Ik moest heel eventjes voor vanavond. We gaan los. We spelen even weer in het oranje. Mop. Ik kan aan het einde van de luisteren met een paar potjes tegen kijkers doen. Poh, ik zou het heel graag willen. Jeblik, ik zou het heel graag willen. Alleen ik ben nu al 2 uur en 20 minuten aan het streamen. Als ik deze nu win, dan is het naar deze pot afgelopen. Maar dan hebben we alsnog 2 uur 35, 2 uur 40 erop zitten. Ik ben helemaal kapot. En ik kan me sowieso niet meer goed concentreren. En ik heb heel erg honger. En ik moet naar Arnhem. Dus nee, sorry. Deze keer zit het er gewoon even niet in. Dit keer was het gewoon echt even een stream waarin ik alleen maar Divisie 1 ging spelen voor jullie. Met FIFA 17 ga ik echt wel weer tegen kijkers spelen. Dus no worries. Dat gaat dan echt wel weer gebeuren. Als je er dan gewoon weer bij bent, dan ben jij misschien wel de gelukkige. Oeh, deze jongen die drukt zich te... Goh, dit is toch niet normaal? Hier word je zo knettergek van. Zo knettergek. Geen kans dat Eloy Room zo'n bal heeft. Oké, ik ga deze pot focussen. Ik heb eigenlijk geen zin om naar deze pot... deze pot te verliezen en dan nog eentje te spelen. Dus kom op, laten we deze gewoon winnen. Laten we gewoon dit omdraaien. En laten zien dat we beter zijn, ondanks dit matige team. Jans, uitstekend. Achterlijn gehaald, terugleggen. En de goal, schitterende goal. 1-1. En ik speel PS4. Jebelk, voor de vraag. Dit zijn goede goals. Goals waar ik van hou. Goals die ik vaak heb gemaakt in FIFA 16. Achterlijn halen, terugleggen en intikken. Vamos. Oké, strijders. Laten we deze pot gewoon winnen. Zonde was dat alweer. Jansen pak eigenlijk alweer goed door. Gundogan verspeelt hem voor hem. De Jong. Op het perfect moment gegeven door Jansen. De Jong. Oh, hoe kun je naast schieten? Huh? Ongelooflijk. Alsof mijn spitsen plankenkoorts hebben vandaag. Zoveel kansen heb ik gemist. Kansen. Uitstekend. Lukaku. Ik had hem moeten geven. Tweede paal eigenlijk. Maar ik zag het te laat. Toen kon ik het al niet meer omwisselen.
Zonde, dat is wel weer een goede aanval. Deze moeten we gewoon hebben. Als ik even die focus kan bewaren, dat is eigenlijk mijn grootste moeite. Echt na zoveel streamen en praten en spelen, echt koppijn. Maar dat is geen punt. Maar dat is eigenlijk de grootste reden waarom ik deze pot misschien niet zou winnen. Als ik gewoon mijn niveau haal nu en goed concentreer, dan winnen we deze pot. Daar ben ik me echt van overtuigd. Komt het helemaal goed, jongens. Joris de Waal, hoe weet je dat je live streamt? Nou ja, omdat ik nu je naam zeg. Omdat ik, of hoe weet je dat ik nu ook echt speel, bedoel je? Dat dit niet al gespeeld is? Nou ja, ik heb nu de bal met Brenet Joris de Waal. Ik heb nu de bal niet meer door Mkhitaryan. Wat wil je weten, jongen? Als dat geen bewijs is... Oké. Dit is goed. Dit is goed gevoetbald. Heel goed uitgekomen. En de jong blijft in balbezit. Ah, net even niet lekker. Jansen, oh, wat haalt hij die goed terug? Huh, wat is dit voor pas? Heel erg matig. Lukaku. Nog één goaltje hebben we nodig, jongens. Nog één goaltje. En dan hebben we divisie 1 overleefd. Wat is dat heerlijk. Na dat slechte begin. Ben ik toch wel heel erg blij dat we in elk geval de eer heel erg hebben gered. Maar we zijn er nog niet. We moeten deze pot eerst nog wel even winnen. Oeh. Hansen, goed. Praat met een gelukje. Maar dat kwam niet tot een schot. Gundogan. Jammer, dat was een aardige paas. De man van de zieke goal in de eerste minuut zo'n beetje. Hansen meegeven? Nee. Ik moet misschien eerder schieten. Wat is mijn favoriete voetbalspeler in FIFA 16, 17 en in het echt? Wauw. Lastig. FIFA 16 denk ik Cristiano Ronaldo. Gewoon puur. Dit is gewoon de beste speler van het spel. Al heel erg lang, vind ik. Hoewel ik Neymar misschien nog wel bijna fijner vind spelen. Hij heeft veel minder kracht. Maar ik vind Neymar op een of andere manier echt heel erg lekker. In het echt Suarez. En in FIFA 17 weet ik het nog niet eigenlijk. We gaan het zien. Misschien wel Pogba met zijn 5 sterren. En nog eens erop en eraan. Wie zal het zeggen? Maar ja, goed. Heel goed. Jong, erlangs? Nee, niet erlangs. Rami. Zonde. Kom op, jongens. We hebben nog een uurtje de tijd. Een uurtje in FIFA-tijd. Wie kan niks horen? Raoul kan niks horen, jongens. Wie heeft er nog meer last van dat ik niet kan horen? Ja, Raoul moet het geluid aanzetten. Ja, dat is inderdaad een hele goede tip. Dat is misschien wel handig om dan het geluid aan te zetten. Slecht matig voor mij. Lukaku. Uitstekend zeg. Wat een ruimte ineens. Nou, overtreding? Nee, niet eens. Vrije trap denk ik wel. Of ik bedoel een ingooi wel. Ja, zeker. Die is voor ons. Lukaku, daar is hij weer. Alweer opgestaan. Henriksen moet dan maar zelf het gat in als er geen spits zich aanbiedt. Henriksen komt gewoon doorlopen. Oh, keeper Siri, hoe heeft hem? Backopening is misschien wel een goed idee. One Piece Max. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik ben natuurlijk niet echt een standaard YouTuber of zo. Maar ik ben inderdaad achtergekomen dat jullie dat allemaal super leuk vinden om te zien. Dus misschien dat ik dat wel gewoon ga doen. Ah, jemig. Matig zeg. En Mats Knoef, ik vind de FIFA 17 demo echt heel erg vet. Ik vind het er super mooi uitzien en ik vind het ook wel fijn spelen tot nu toe. Dus ik ben er eigenlijk wel over te spreken. Wat vind jij ervan? Dat is een goede actie. Oh man, Brenet. Nee, Praat was dat. Dat slappe balletje. En weer. Kom op. Ik zei het al, die concentratie is het belangrijkste. Juist, maar... Ai, 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 ai. Ik ga misschien wel de Jordan doen, ja. Misschien wel, maar hangt een beetje vanaf. Ik heb natuurlijk de eerste tijd heel erg druk met vooral tutorials voor jullie maken. Dat is waar ik me vooral mee bezig hou op het begin. Allemaal tips en tricks video's. Waardoor jullie hopelijk
beter in FIFA 17 zijn dan zonder die tutorial video's. Ik hoop jullie allemaal nuttige tips te kunnen geven. Maar eerst maar eens gewoon deze pot winnen. Dat zou zo lekker zijn. Want dan hebben we niet nog een potje nodig om divisie 1 veilig te stellen voor na deze stream. Goed verdedigd door TT. Ik heb jeuk in mijn nek gezien. Zieke jeuk. Ja, FUT Champions. Dat ga ik zeker doen. En dit is Jasper van Bijsterveld. Dit is de... Oh, ik verdedig even niet goed. Dit is de... 8e wedstrijd. De 8e wedstrijd van deze livestream. Oh, wat een slechte paas. En Thibaut, ik ben 23. De 8e wedstrijd. Ik heb de eerste 3 potten verloren. En daarna heb ik 4 potten gewonnen. Dus dit is de 8e. En ik zit naar Jansen. Kom op. 4 tegen 3. Nu goed uitspelen. Jansen. Wie gaat er eens diep? Ja. Praat. Praat. Over. Oh. Wat matig. Wat matig. Nee, niet zo insliden. Oké. Komt. Prima, de jongen. Of zelfs een vieze panna eigenlijk. Jansen. Ik ga aanvallende spelen. Ik merk gewoon dat er veel ruimte komt. En ik wil niet gelijk spelen. Ik wil gewoon echt winnen. Ik heb niks aan een gelijkspel. Niet veel tenminste. Goed. Nu eruit. Kom aan. We staan aanvallend. De jongen sterk is 87. Praat. Dit is goed. Lukaku. Is ook goed. De Jong. Lukaku. Lukaku. Nu meegeven. Uitstekend. Oh, ik wachtte te lang. Oh, nee. Nee! Hoe kan ik deze aanval niet hebben afgemaakt? Oh, deze moest er zo erg in. Ik heb met Hendriksen gewoon eigenlijk gewoon meteen moeten rammen. Ik had geen vertrouwen in dat Hendriksen hem zou maken. Op Dixie. Midden weer. Juist. Dat was voorspelbaar dat hij dat ging doen. De Jong, Praat, Jansen, Lukaku. Oef, goede tackle van hem wel, dat moet ik er eerlijk bij zeggen. Maar dat is echt een slechte plek om de bal te verliezen. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee, oh jee, oh jee, Koni Pljanka mist! Lekker zeg, zo mis ik een grote kans en zo mist hij nu ook een grote kans. En dus is het nu weer de beurt aan ons, want we staan 4 tegen 3. Dan moet het wel goed gaan, het gaat goed. Praat, sterk jongen, kom op. Ai, hij moet het toch afleggen, maar hij krijgt hem niet weg. Jansen. Goed, naar zijn linker. Dat had hij natuurlijk niet verwacht. Jansen, niet sterk genoeg. Gundogan, goedemorgen, wat sterk gedaan. Oeh, ai. NK FIFA is op zowel Xbox als PS4, jongens. Xbox One als PS4. Oh mijn god, dit meen je niet. Oh, dit meen je niet. Ongelooflijk. Zo, Jansen, er tussendoor. En dan, de jongen moet hij dan hangen. Hij mist hem, nee. Hoe kan je die nou missen? Dit kan toch niet? Ach, jongens. Heel sterk, Maier, heel sterk. Ah. Maar wat doe ik nou? Ik wacht veel te lang. Schiet die bal er gewoon in, joh. Nou, bij mij moet Beugelsdijk. Dan weten we ook allemaal hoe het afloopt. Zo namelijk. Och. Och. Oh, wat is dit intens kut, zeg. Gadverdamme. Aanvallend spelen is zo dom met deze verdediging, maar ik had echt het gevoel dat ik hem ging pakken. Dit allemaal. Het kan trouwens nog, maar ja, 2 goals achter, ik moet eigenlijk winnen. Dus dat is wel heel lastig.
bagger zo. Zo. Naar mezelf. Ah, dit kan toch ook niet? What the fuck? Heb je dat ooit gezien, jongens? Wat een gekke goal, zeg. What the fuck? Dit is echt wel heel bizar. Dit heb ik echt nog nooit gezien, zoiets. Vet. Slap. Daar kan allemaal makkelijk die bal kwijt, jongens. Als het gestrijd is. Poeh, goede redding van Rome. Ja, Sander Feyenoord 0-3. Dat zou ik zeker wel willen, hoor. Battles doen tegen spelers van Feyenoord. En tier 14 denk ik dat Elia en Bilal winnen. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Ach, jongen. Je kunt toch gewoon vangen. Oh, jongens. Poeh, het is zwaar. Het is echt een... vermoeiende strijd aan het worden voor mij. Je moet je voorstellen, ik zit echt al meer dan 2,5 uur en FIFA te spelen. Heel geconcentreerd Divisie 1 met zo'n matig team. En ook nog erbij te praten. Dat is echt heavy shit. Hele heavy shit. Ja, nou ja, deze pot geloof ik wel. Hoewel, ik heb eigenlijk nog best wel veel aan een gelijk spel natuurlijk. Want dan heb ik straks genoeg aan een gelijk spel om erin te blijven. Dus kom op, gewoon strijden voor die 3-3. Dat is best belangrijk eigenlijk. Jansen, win hem even. Nee, hij wint hem niet. Lekker Dix. Oh, wat een goede tackle. Oh, jammer. Oké, okay. helaas. De tijdrek is inderdaad heel irritant. Oh, het is nog niet voorbij. Het is allemaal aan de hand. Beugels, Dijk, win die dan. Het is voorbij, helaas. Pfff. Op naar de volgende pot, jongens. Pot nummer 9 alweer. Oh, wat een intensieve livestream. Intensief. Heel intensief. 4-0-4. We moeten de volgende pot winnen. En Arne Dussard, ik wil zeker nog wel eens Battles tegen Belgen doen. Dat gaat goed komen. Ja, iedereen zit er een beetje doorheen. Ik moet ze weer even wat conditie geven. Poep. Wat is dit lastig. Ja, wat denk je ervan, Habibis? Aan 1900, perfect. Doe ik het voor. Oh, is afgelopen. Jammer weer dit. Ah nee, wat is dit? Ah! Dat is soms zo gek. Soms word ik gek van mezelf. 1900. Doen. Ook afgelopen. Baba. Ook afgelopen. Ja, zet alsjeblieft. Doe hier wat aan. Huh? Top. Nou, we hebben weer conditie, jongens. Hila zegt... Nouri. Ja, je hebt gelijk ook. Dat had ik wel beloofd. Laten we Nouri er maar weer een keertje ingooien dan. Laten we gewoon maar weer eens gaan spelen met... allemaal Eredivisie-spelers. Lukaku en Praat gaan we er weer even uithalen. Oh, ik begin er gewoon koppijn van te krijgen, jongens. Zo lang zit ik hier al te strijden, te focussen en te praten. Van de Beek hier. Die daar. Kijk, wel 110 geest voor het eerst. Dat scheelt ook wel. Nouri op 10, dat lijkt me wel lekker. Oh, dan moet ik wel gewoon door. Dit is wel prima. Ik ben benieuwd hoe wat dit gaat doen voor ons, jongens. Oh, alrighty. Kom met je gele shirt, jongen. Tuurlijk. Ik speel liever in die blauwe namelijk, jongens. Waar ik wel blij mee ben, is dat de livestream al wel gewoon helemaal goed gaat. Hij is geen één keer weggevallen of wat dan ook.
Jaiden Brinkman, Chevan komt ook zo. Kijk, leuk om te horen. Leuk om te horen, leuk om te horen. Wil je beginnen met een goed team en dat je hem steeds slechter moet maken, zegt Cheer 14. Dat is wel een heel origineel idee. Hij loopt niet vast, jongens. Hij, ik weet niet, die gast die komt niet. Ik weet niet. Kijk, daar is hij. Daar is hij. Weer een Bundesliga team. We hebben veel Bundesliga teams gezien. Maar deze gast is geen Neuer, dat scheelt. Kom op, ik moet me er echt even toe zetten. Ik moet gewoon echt even winnen. Even wat drinken. Oh, had ik even nodig, jongens. Top. Deze stream is al 2 uur 37 bezig, Bouke. Dus ik ben helemaal kapot. Dus jongens, neem het me niet kwalijk als ik even niet zo heel veel aan het praten ben. Want ik, ja, het is gewoon heel vermoeiend. Zo lang vooral. Zo lang goed spelen. Probeer het goed te spelen in elk geval. Maar ik denk dat ik over het algemeen maar goed heb gespeeld. Vooral behalve het begin eigenlijk. Het begin was echt slecht met die 3 potten die we verloren. Niet! What the fuck! Oké, ik speel nu dus wel slecht. Ik dacht dat ik, gewoon, dat ik hem gewoon had met mijn verdediger. Oh, nee. Nee, ik kan niet op de aanval spelen. Kan niet, kan niet. Met dit team kan je niet op de aanval spelen. Ah, ik heb die snelle spitsen. Gadverdarie. Ah, doe normaal, joh. Man. Drama, echt. Hier word je helemaal naar van. Hier word je helemaal naar van. Begin je zo. Oh, we moeten dus inderdaad gewoon nog winnen. Dit is pot nummer 9. Besef het me ineens, jongens. Als ik deze niet win en de volgende niet win, dan is het dus gewoon klaar. Dan degraderen we gewoon naar divisie 2. En dan kan ik ook niet nog een keer volgende week weer een livestream gaan doen. Waarin ik wel probeer de divisietitel te pakken. Dus ik moet nu echt even bikkelen. Oh, wat is dit intens bagger, zeg. Een beek. Oké, 2-1. Dat was lekker snel, dat scheelt. Ha, Gilbert Bonham zegt, zet eventjes muziek in voor jezelf, in je oordopjes. Dat is wel aardig van je. Goeie tip, maar heel asociaal. En dan is het nog moeilijker om echt te praten. Nou, we gaan proberen gewoon dit toch nog recht te trekken. Ik heb ook het gevoel dat die gast niet zo slecht is. Oh. Hij is niet slecht. Hij heeft natuurlijk gewoon echt een uitstekend team met Robben en Royce in de spits. Dat is echt even wat anders dan dat je Luc de Jong en Jansen hebt. Daar ben ik eigenlijk wel jaloers op. Maar ook weer niet. Want ik neem aan dat hij niet tegen Robben en Royce echt heeft gespeeld zelf. Dus het is toch wel iets unieks wat we hebben, jongens, met deze serie. Gewoon een serie tegen al die spelers heb ik gewoon gespeeld. Dat is nog steeds heel vet om te beseffen eigenlijk. Mnouri, slechte aanname. Ga, Jansen, ga. Alsjeblieft, wees snel. Nee, helaas. Goed, Dix. Stekend gedaan.
Oh, wat een slechte paas van Nouri. Julia. Waarom moest ik Nouri erin zetten? Nee hoor, grapje Julia. Jansen. Nu. Nouri. Ja! Yes! Goeie goal. Ja, ik zeg heel weinig, Tibor. Ik weet het. Ik ben helemaal kapot. Van 2,5 uur lang livestream. Met 2 uur, 3 kwartier nu al bijna. En ik moet gewoon winnen. Oh, het is wel lekker dat we het even hebben rechtgetrokken, zeg. Dat had ik eigenlijk niet echt verwacht. Want ik zit niet echt helemaal lekker meer in mijn spel. Maar sorry, Tibor. Ik zeg inderdaad even wat weinig. Maar ja. Het gaat er even om dat ik deze pot win. Dat is echt heel belangrijk. Want als ik deze win, dan overleven we divisie 1. En dat betekent dat ik in elk geval volgende week een nieuwe livestream kan doen van divisie 1. Maar waarin ik dan wel gewoon de divisietitel probeer te winnen. We begonnen vandaag zo slecht. En daarna ging het eigenlijk gewoon heel soepel. We wonnen bijna elke pot. Dus dat, zonder dat slechte begin, weet ik zeker dat het gewoon mogelijk is. Ik kan divisie 1 gewoon winnen met dit team. Wat denken jullie? Ik weet zeker dat jullie het met mij eens zijn. Als de mensen die bijna de hele stream hebben gezien, die zullen het echt met mij eens zijn. Goed zeg. Nouri. Ah, zonde. Maar oh, die jong, zo. Die laat eindelijk even zien dat hij echt 87 is. En dan is Maher hier. Maher met de 3-2. Oh, yes! Yes! Al in de eerste helft draaien we het om van 0-2 naar 3-2. En JR, ik heb niet eens echt een off-day. Nee, het is gewoon een heel, heel matig team natuurlijk waar we ook mee spelen. En ik begon inderdaad slecht. Ik had even warm moeten spelen. Ik had even een paar potjes moeten spelen voordat ik deze livestream begon. Maar ik heb verder vandaag niet per se een off-day. Ik heb na dat slechte begin, lijkt het erop dat we toch echt 5 van de 6 potjes hebben gewonnen met dit team in divisie 1. Hè? Nou, dan kun je toch niet spreken van een off-day. Dus nee, het begin was heel slecht, dat ben ik helemaal met je eens. Maar verder gaat het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Kijk tegen wat voor team we weer spelen. Hè? Die gasten hebben gewoon weer Boateng, Robben, Royce. Dat is eigenlijk niet normaal dat we daar nu gewoon weer tegenvoor staan. Of misschien zijn jullie dat niet meer mee eens hoor. Maar eigenlijk is het niet normaal. Dat wil niet zeggen dat ik dan vind ik niet dat ik een off-day heb. Juist. Goed jongens. 1-0 voor Twente, zegt Julia. Dankjewel voor de informatie. Het is 3-2 voor mij hier in deze misschien laatste pot. Hopelijk laatste pot. 2-0 achter al binnen 10 minuten en toch helemaal omgedraaid naar 3-2. Als ik deze win, dan gaan we volgende week opnieuw livestreamen, jongens. Dus dan gaan we weer divisie 1 doen en dan gaan we gewoon die titel gaan pakken. Ja? Afgesproken, jongens. Afgesproken, dan pakken we de titel. Maar voor nu... Ik heb nog niet gegeten, nee. Ik heb echt zieke honger. Zieke honger. Ik ga even lekker wat halen bij de supermarkt straks. Zo. We gaan weer, jongens. Tweede helft. Hopelijk de laatste helft van deze livestream. Hopelijk. Dit was doorzichtig. Sterk. Van de jong... Dan weer niet sterk. Oké, okay, Maher. Komt er niet langs, helaas. Goed, jongens, kom maar. De Jong, Nouri. Oh, met een gelukje. En Van de Beek. Jansen moet nu sterk zijn, maar Boateng is natuurlijk te sterk. Dat weten we allemaal. Nouri, goed. Maar slap.
Ja, Timo zegt, lijkt me kut, 2 uur of 3 uur lang livestreamen. Maar ja, nee, dit is heel leuk om te doen. Maar als je eigenlijk al vanaf heel snel weet dat je toch die titel niet gaat pakken, is het, ja, het is gewoon heel vermoeiend. Ik heb echt koppijn en ik wil niet klagen. Ik vind het heel leuk dat jullie allemaal nog steeds kijken. Ik vind het echt fantastisch strijd is. Maar ja, ik kan niet liegen dat ik toch een aardig koppijntje aan over heb gehouden nu. 2,5 uur lang spelen en praten. Ik ga denk ik wel pack openings doen inderdaad met FIFA 17, jongens. Reken daar maar op. Oh, dankjewel Rome. Kut! Sorry, mag niet schelden. Oh, damn. Wat een scheidcorner. Wat een scheiddoelpunt. Kom op jongens, blijven strijden. We willen deze pot zo graag winnen met z'n allen. Oké, Van de Beek. Goed opgesteld. Maher. Nee. Ai, ai, ai. Ah. Nog het ergste, die gast is echt helemaal niet goed. Hij is echt niet goed. Het is gewoon een hele goede verdediger is. En goede spitsen natuurlijk, maar... Juist. Juist. Kom op, die jong. Kom op. Nee. Kan nog. Oh. Van de Beek net een teentje te kort. Hij geeft hem weg. Hij weet niet wat hij moet doen. Deze gast is echt niet goed, jongens. We moeten deze echt pakken. Anders komt het op die laatste pot aan. Daar heb ik geen zin in. Ik heb geen zin om dan onder spanning nog zo'n laatste pot te moeten spelen. Van de Beek. Oh, maar. Ik voel dat ik beter ben. Jullie zien het. De druk op zijn doel neemt toe. Hij gaat dit niet overleven. We gaan hem echt zijn nederlaagje geven. We gaan hem erop tracteren. Jansen. Tweede paal. Ja. Doelpunt. 4-3. Wat een goede goal. Oh, heerlijk. Heerlijke actie van Jansen. Bij de tweede paal is Luc de Jong. En ja, hij gaat onder hem doormerken. Mij het schelen, jongens. Kan mij het schelen. Het is zo verdiend. Je voelde het aankomen. En de 4-3. 4-3. Wat een wedstrijd. En dan, oh, ik wilde al zeggen, dan zul je zien dat we meteen die 4-4 om de oren krijgen. Maar Van de Beek, kijk eens. Haha, Van de Beek, wat komt hij daar schitterend uit. En dan weer meegeven, ja, dit is hoe je eigenlijk uit een hoek weg moet komen. Dat is het perfecte voorbeeld. Daarna was even minder, maar nu toch weer de bal voorin. Oh, jammer Jansen. Come on boys. Hou dit vol. Geen tegengoaltje meer. Tikje verdedigend. Voor de zekerheid. De Jong. Nouri. Wat goed. Nouri. Ai. Lekker beugelsdijkje. Kom op dan. Hoppa. We gaan het niet meer weggeven. Divisie 1. We're gonna stay. We're here to stay. Division 1. Tuurlijk. Lekker Dixie. Oef. Kom op. We moeten deze winnen, jongens. Ai, 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 ai. Robben. Is het door? Beugelstijl. Yes! Hele slimme overtreding. Ik verwacht dat het rood is, maar ik pak hem heel graag. Geel zelfs. Zo'n slecht spel soms, hè. Dit is gewoon donkerrood. Kom op. Hou dit vol, jongens. Win hem. Dan is dit de laatste pot van deze stream. Van Divisie 1. Klom op. Robben. Oh, wat een actie. Nee. Ah. Dit meen je toch niet. Afvallende bal. Oh, dit meen je toch niet.
Geen buitenspel voor De Jong. Kom op. We gaan door. De Jong. Naar Hendriksen. Van de Beek. Jansen. Naar zijn linker. Nee, oh, hij kan net niet lekker draaien. Maar hij krijgt hem niet goed weg, denk ik. Of wel? Nee. Brenet. Is goed. Scheids. Scheids. Alsjeblieft, hé. Maher. Stekend. Nouri, geef weer mee aan Maher. Ah. Brenet, uitstekend, jongen. Ga mee als een soort vleugelspits. Brenet, alsjeblieft, doe het. Brenet is snel. Natuurlijk, dat weten we. Brenet. 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 Scheids. Nee. Ah. Kom op. Brenet. Joshua Brenet. Ongelooflijk ben je opgekomen. En het is een lucky goal. Maar wat boeit het. Het kan me geen donder schelen. Oh, wat lekker. Ja, dit is toch goed getikt. Brenet. En dan poft hij hem binnen als een echte linksbuiten. Als een echte spits. En dan zijn we toch positief afgesloten hier in deze livestream, jongens. Daar ben ik echt vreselijk blij mee. Wat was het lang, wat was het zwaar. 2 uur 53 en 40 seconden hebben we er nu op zitten. We begonnen dramatisch. Ik wil het nog wel eventjes samenvatten. We begonnen dramatisch. Ik speelde slecht, denk ik. Ik had even in moeten spelen. Ik weet niet wat het was. We speelden tegen goede tegenstanders. En het zat niet mee. Laten we dat vooral niet vergeten. Daarna 4 potten gewonnen. Toen verloren we er eentje. En nu hebben we weer gewonnen. Dus de bottom line is 4-5. En ook 4 verloren, 5 gewonnen. Namelijk hier. En we zijn door. We zijn gehandhaafd, zoals het daar zo mooi staat. Gehandhaafd in divisie 1. En jongens, volgende week een nieuwe livestream. Dan gaan we nog een poging wagen vlak voor het FIFA 17 uitkomt. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken, strijders. En ik zeg adios, ciao. Vergeet je niet te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. Vertel het aan al je vrienden dat ze zich moeten abonneren. FIFA 17 komen heel veel tutorials en nieuwe video's. Draft deze met mooie dames. Zeg het voort, zeg het voort. En like deze video straks eventjes. Hij komt nu in zijn geheel op het kanaal. En Snapman zegt kkkkr. Ik weet niet waarom. Maar dat doet er ook echt niet toe. Ik zeg adios. Ciao jongens. Allemaal hartstikke bedankt voor het kijken. Jullie zijn strijders. Strijderpetje vind je op strijder.com. Ik zeg adios. Ciao. Later strijders. Doei.